kan Armin vragen. Weet Armin. Ik niet. Armin. Ja, maar Armin kijkt toch altijd? We kunnen het ook gewoon rechtstreeks in deze... Zuchtige boeren. Ik weet niet, in de chat. Vorig jaar waren we ook. Met Dumpert waren we bij Feyenoord natuurlijk. In de chat. Bij de kampioenswedstrijd. Bij de ME liepen we mee. We zijn live. Ja. Oh. Echt? Echt waar? Nou, goedemiddag. Goedemiddag. Te eten. Ja, we zitten nog te eten. Nou, doe het even weg. Maar, dat is mooi. Iemand denkt dat jij... goedemiddag, Gijsbrecht Brouwer. Denkt iemand dat je al eerder bij ons op de gast bent geweest? Nou, dat willen ze misschien, maar dat is niet waar. Dit is echt primeur dit, hoor. Primeur. Ja, de man die aan de overkant zit, Matthijs van der Beukel. We mogen je feliciteren. Ja, dankjewel. Het is je... 50ste keer. Ja, volgens mij wel. We hebben er 48 gemaakt. Ja, 50, jubileum. Dankjewel voor de taart en de kaart. Goed dat je er bent. Ja, nee, ik kom hier altijd alleen voor het eten. Ja. Wat moesten nou aan Armin vragen? Of Busy, gek op voetbal is. Ja, Armin, als je te kijken, we willen graag Busy een keer in de Vrijmibo. Hoi Jan. Hoi Niel. Hoe is het met je knieën? Ja, ze doen het weer. Het was koud in de Kuip woensdag, maar wel hartstikke leuk. Hartverwarmend voetbal was er niet. Nee, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar ik in ieder geval niet. Nee, ik ook niet. Maar Robin van Persie, dus ik had een topavond. Want Gijsbrecht, jij bent ook groot Feyenoord-fan, toch? Ja, bij Feyenoord zeggen ze dan supporter-fan. Dat gebruiken ze niet zo vaak, dat woord. Nee. Maar, groot weer. Ik heb seizoenskaart en ik zit vak VV. En het was koud inderdaad afgelopen woensdag. Ja. Maar dus je bent supporter en geen fan. Wat is dat verschil in... Ja, de fans zeggen ze toch een beetje... Dat is een beetje zo bioscooppubliek. Zij zat een beetje allergisch voor bij in de Kuip. Ja, bij voetbalculture moet je niet met het woord fan aankomen. Nee. Je bent supporter. Ja. Maar, want er wordt altijd gerept over hoe fantastisch de sfeer... Je bent ook in de Kuip geweest? Ja. Dacht je nou, wow, dit is wel de echt fantastische sfeer? Nou, dan had ik misschien niet naar Feyenoord Heracles gegaan. Ja. Dat is ook een fantastische sfeer. Dan moet je naar een bekerwedstrijd gaan of een wedstrijd die ergens om gaat. Maar als je niet vaak in een stadion komt, is Feyenoord de Kuip is natuurlijk wel ultiem voor Nederlandse voetbalbegrippen. Ja, is dat nog steeds zo, Jan? Ja, jij gaat ook één keer per jaar. Dus misschien... Gijsbrecht kan het beter vertellen dan ik, denk ik. Ja. Die zit er jarenlang al, dus die is er elke week bij. Voor mij voelt het wel zeker dit jaar alsof het echt een stuk minder is. Nou, dat is wel waar. Behalve die wedstrijden die in de Champions League, en zeker tegen Manchester. Toen ging het... Kijk, als het echt losgaat in de Kuip, dan gaat het stadion ook heen en weer. En dat maakt het natuurlijk wel echt bijzonder. En dat hebben we dit jaar nog niet zo vaak gehad. Ja. maar zeker de Champions League wedstrijden Napoli en Manchester, dat was wel echt heel goed. Ja, voor de wedstrijd neem ik aan, toch? Nee. Ook Manchester hebben ze best goed gespeeld. Ja, maar dat was toch die wedstrijd dat ze binnen 10 minuten 3-0 achter stonden? Nee, was uit. Wat was? Ja, Manchester Napoli dan. Goed. Ja, Napoli was goed. Sorry, ja, Napoli. Nee, maar... Ja, okay, want Napoli, dat was toch door het vuurwerk dat ze nog iets eruit sleepten? En de bekerwedstrijd tegen PSV ook. Ja. Maar het is wel interessant natuurlijk, omdat het wel de naam... Je zat vroeger veel in de arena, mm-hmm. En je ook tegenwoordig wat minder. Nee, ik moet hier zijn, dus dat is gaat moeilijk. Ja. Toch alle uitwedstrijden van Ajax in Europa ga je met, hè? Ja, nee, zeker weten. Nee, maar ik vind dat het zegt... Als je overal komt, dus ik denk bijvoorbeeld Jean-Paul, die dat beter kan inschatten van of de Kuip nou echt speciaal is of niet. Snap je? Want ja, als je in je eigen stadion zit, ja, dan vind ik het moeilijk beoordelen. Voor het laatste jaar in de Kuip bent geweest? Ja, 2 jaar geleden was een oefenwedstrijd tegen Southampton. Het staat wel vol, maar ook dat ging niet beven op dat moment. Nee. Nou ja, ik denk nog steeds wel dat de Kuip de meeste potentie heeft, zeg maar. Wat Gijsbrecht net zegt, weet je, als het erom gaat. Maar voor het algemeen is het gewoon in Nederland een beetje bioscooppubliek, toch? Maar hij gaat ook... Ja, dat was het wel. In de Kuip is het nooit bioscooppubliek. Ja. Nou, het is ook wel eens gewoon periodes gewoon rustig, hoor, in de Kuip. Ja, maar dat vind ik nog niet bioscooppubliek. Bioscooppubliek is dat mensen vermaakt willen worden. En dat is niet waarom je als Feyenoord... Daarvoor ga je niet naar Feyenoord. Nee. En punt is wat je toch gelukkig nog wel ziet. Tenminste, ja, ik ben niet zo zwart-wit erin, hoor. Maar bij Feyenoord gaan ze nog wel bijvoorbeeld zingen als je voordat de wedstrijd afgelopen is naar huis gaat. Weet je, want dan gaan ze je nog wel even aanpakken. Dat vinden ze niet echt normaal. Dus dat vind ik ook bioscooppubliek. Weet je, dat je nog even gauw voor de spits, zeg maar, de trappen afgaat. En geloof me, het duurt heel lang voor je het stadion uit bent bij Feyenoord. Want het is een heel oud stadion. Maar dat wordt toch niet echt geaccepteerd als je dan even... Eerder weg gaat. Nee. AZ, hè, stond daar altijd bekend om, toch? Wat? Nou, dat het AZ-publiek kon je dat ook al heel goed zien op televisie. Dat ze daar naar beneden liepen. En dat ze al in de grachten stonden. En dan deden ze 10 minuten. En dan 5 minuten konden ze al weg. Ja. En dan was het de helft van het stadion... dat werd afgefloten, was de helft van het stadion al leeg. Ja, oké, maar als het ergens om gaat... vind ik het feit dat je in die gracht staat... Dat ging meer dat ze daar allemaal zonder wachten dat ze naar buiten natuurlijk konden. Is dat de achterliggende gedachte. Want in andere stadions komt het lullig over. Maar op het moment dat je zo'n gracht hebt... zoals bij Zwolle en bij AZ...
vind ik dat eigenlijk wel wat hebben. Voor mij mogen ze de hele wedstrijd. Want dat is toch eigenlijk een beetje het grote voordeel van Feyenoord. Dat ze zo dicht op dat veld zitten. Ja, maar plus als je bij AZ in de gasten staat, dan zie je niks, hè? Is dat zo? Ja, dan sta je laag. De perstribune is hoog. Jij zit altijd op de perstribune. Ja. Dat je dat ooit nog... Nou, bij AZ zit ik alleen op de perstribune. Maar de belangrijkste vraag... Want buiten is het min 48 ongeveer op dit moment. Had de wedstrijd door moeten gaan? Ja, wat mij het meest verbaast, natuurlijk had hij door moeten gaan. Het was wel een beetje koud, moet ik zeggen. In mijn pink doet het ook nog niet helemaal mee. Maar heb je echt nog last van? Ja, echt serieus. Maar die is al een keer eerder bevroren geweest in mijn leven. Dus in de Kuip ook? Nee, gewoon tijdens mijn actieve sportcarrière moest ik wel eens wat vaker in de kou optreden. Maar dat die gasten allemaal in een korte broek gaan spelen, daar begrijp ik helemaal niks van. Normaal gesproken zeg je, zeg maar in de hardloopwereld, onder min 12, of als 12 is, of 12 graden, 10 graden, dus boven nul en niet onder nul, dan ga je gewoon wel over op lange kleding en een muts op. Ik kom dan uit de wintersport. Dat is eigenlijk gewoon standaard. Je hebt eigenlijk altijd een muts op, omdat je heel veel warmte verliest via je hoofd. En dan zie je gewoon zonder muts, kan ik me nog voorstellen, met de koppen misschien een beetje onhandig. Mag ook niet, toch? Waarom zou je niet gewoon een maillot aantrekken of een thermisch ondergoed of wat dan ook? Ik begrijp dat echt niet. En ook, je ziet gewoon dat mensen sneller geblesseerd raken door die kou, want die spieren zijn gewoon veel korter en ze gaan natuurlijk wel vol ervoor. Ja. En dan denk ik, dit is gewoon medisch niet eens verantwoord. Ja. Overigens, we zijn vandaag voor het eerst live op Periscope. Wat leuk. Dus mensen kunnen gewoon, als ze achter Twitter zitten, hoeven ze niet meer naar het YouTube-linkje. Kunnen ze gewoon via Periscope. Maar dat even tussendoor. Ja, doen mensen dat nog, Periscope? Ja. Hoeveel heb je dat? Dat gaan we nu zien. We hebben 1000 volgers op Periscope. Als je gewoon niet de moeite hebt om op een linkje te klikken, dan... Maar Feffi, dan ga je langzaam achteraan lopen. Vond jij dat het door had moeten gaan? Jawel, toch. Ja, ik zelf vind dat het wel wat hebben. Alleen het kan soms. We hebben één potje gehad bij onze Power League. Toen was het ook erg koud. En toen was je er ook niet, hè? Toen kreeg ik snel... Ik krijg van die bevroren poten. En dan heb je dus echt gewoon 0,0 controle over je voeten. Want je voetbal gewoon met twee van die klompjes. Maar in principe... Ja, sneeuw vind ik nog wel leuker. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Nee. Maar in principe moet het toch wel door kunnen gaan. Er was nog wel een mooi onderzoek. Dat er volgens mij in Groot-Brittannië onderzocht... dat het aantal doelpunten wel significant afneemt als de temperatuur afneemt. Ja, dus dat is wel bewezen dat ze gaan toch minder hard lopen. En ik vond zelfs, maar dat is geen onderzoek, dat was gewoon mijn waarneming. Ik had wel het idee dat het gras een beetje reageerde alsof je op kunstgras aan het voetballen was. Die bal die stuiterde af en toe toch best wel raar. Maar natuurlijk, het is uiteindelijk ook doorgegaan. Maar had zo'n wedstrijd gewoon niet beter, gewoon onder betere omstandigheden over 2 weken? Maar moeten we het er gewoon even over hebben dat jij morgen met LSVV moet voetballen en dat heel Nederland eruit ligt en dat jij heel boos bent dat die van jullie er niet uit ligt? Ja, dat je de hele tijd Feyenoord erbij haalt. De cheer vraagt dat nu ook in de chat. Ik wou net zeggen, laat het Feyenoord met rust. Begin gewoon over je amateurvereniging. Nee, maar ik vind het sowieso voor amateurclubs slaat al helemaal nergens. Maar de omstandigheden zijn totaal anders. Dus jij hebt een legitiem punt wat betreft LSVV, maar... Feyenoord kon toch gewoon prima doorgaan. En het is gewoon verwarmd, verwarmd veld. Door kan gaan is één, maar met het publiek. Kijk, als hij nu last heeft van zijn vinger. Ja. Het is, ik denk, kijk, mensen, ik keek zo recht op dat vak wat zeg maar langs de zijkant staat. Er staat een beetje de nieuwe hooligans staan daar, of de hardcore hooligans, die staan dan, de jongens die zich heel graag bewijzen. En daar staat dan één zo'n gozer, staat dan in zijn blote bas 90 minuten. Kijk, dan denk ik, misschien is het niet zo verstandig, maar ja. Dat zegt zijn moeder daar dan. Ja, precies, dat denk ik ook, ja. Maar ik denk, het was voor ons, zat er gewoon zo'n keurig oud stelletje en die hadden gewoon een dekentje bij zich. Ik denk, dat had ik ook moeten doen. Ja. Het is gewoon allemaal, we zijn gewoon in Nederland ook niet zoveel meer gewend. Tuurlijk kan je gewoon naar een wedstrijd voetbal kijken, 45 minuten. Als het min 5 is, jongens, is min 5, dus niet min 30. Ik bedoel, nee, maar ja. Ik ben stop in de arena toen met zoveel sneeuw. Met Milan, lastig over. Milan en de hondenshow. Dat Milan buiten PSV toen, PSV thuis voor van Fox, er kwam iemand voorbij. Ja, ik was dus naar het stadion, dus dat kon ik niet zien. Maar... We zaten toch samen te kijken? Nee, we zaten dat niet samen te kijken, maar we hebben het was wel samen gehad. Was er iemand die dat naar mij heeft gezien? Nee, ik heb het wel gezien, Niel. Het was schitterend. Dat was misschien wel Milans beste optreden dit jaar. Ja, maar dat vind ik oprecht een lastig punt. Dat was tegen PSV en die supporters waren niet op tijd. Een heel groot deel kon zelfs niet komen. En ja, of je dan van tevoren de overweging moet maken met de weersomstandigheden, omdat je gewoon niet als supporter erbij kan zijn... Dat vind ik misschien nog wel belangrijker dan secte temperatuur. Nou ja, en wat je ziet, en ik kan die commerciële kant niet helemaal overzien, want verplaatsen kost natuurlijk ook geld. Ja. Maar je zag, en dat is voor de halve finale beker toch wel bijzonder, ik zag wel lege plekken in het stadion bij Feyenoord. En dat zou je normaal echt niet hebben, denk ik. Dus tenminste,
Maar dat lijkt me sterk. Dus het zal commercieel ook wel gewoon, ja, behalve dat er wat meer chocomel verkocht wordt. Maar is het gewoon niet heel fijn natuurlijk voor zo'n club. Is het raar om te zien, gezien onze prestatie in Europa, om gewoon het helemaal over een andere boeg te gooien en een zomercompetitie te doen? Zoals in Noorwegen. Een radicaal idee waar je al een tijdje over. Nee, maar het wordt nu ook wel. Je komt dit nu te plekken. Mensen zeggen dat ook hier. En dat is natuurlijk al vaak. Het is niet dat het voor het eerst besproken wordt. Maar dat het. Wanneer het weer het lekkerste is, wordt er niet gevoetbald. Het zou richting Qatar wel slim zijn, toch? Om naar een zomercompetitie te gaan. Voor 2022 is bij ons ook gewoon 40 graden in de zomer. Dus, Maar het is natuurlijk een longshot, maar gewoon. Maar dus omdat het soms koud is op de tribune. Nee, maar gewoon, dan zit je dus onder de beste omstandigheden, speel je. Stel dat je weer als je naar wedstrijden gaat. Bullshit is dat. Dat is het bloedheet in de zomer. Oh, sorry. Volgens mij heb je dan gewoon lege stadions. Ik bedoel, het is zomervakantie, mensen gaan weg. Ja. Het zit ook niet in het systeem van mensen. Er is wel ruimte voor, zeker bij de amateurs natuurlijk, om het iets te verschuiven. Ja, maar daar is volgens mij ook al heel lang sprake van. Ja. Alleen om het helemaal te verplaatsen, dat weet ik niet. Je bent gewoon een koud volk, dus je wilt toch ook gewoon in die kou en regen spelen. Ik denk dat je in Nederland echt geen plezier doet om met 35 graden hard zomer te gaan voetballen. Het moet ook een beetje heroïsch zijn toch af en toe. Waarom? Ja joh, dan heb je in ieder geval nog wat om over die wedstrijd na te praten. Nou ja, zeker. En ik denk dat als je dan toch wil schuiven. Weet je nog, die wedstrijd tegen Willem II, toen was het min 35. Ja. Maar we zaten opa was er gewoon. Allemaal, opa was er ook. Ja, precies. Echt? Ik denk dat er is nog genoeg te doen met programmering. Ik denk van de competitie. Hè. Kijk naar Boxing Day of dat soort dingen. Weet je, er zijn echt wel leuke momenten waar je nog wat meer uit kan halen. Als je gewoon, als de NBA het kan, als het in de Premier League kan, waarom kan het dan niet in ons kleine kikkerlandje? Maar om nou in de zomer te gaan spelen, vind ik. Heb je met hoe heet die gesproken? Ja, Chris ken ik toevallig. Ja, Chris Woerts. Ben je kamp Chris Woerts of niet? Nou, in dit punt wel. Ik vind dat als iedereen vrij is. En iedereen ook in een soort van sfeer is van we willen bonden, wat gewoon kerst is natuurlijk. Ja. Nu gaan ze allemaal naar de bioscoop of gaan ze allemaal in een restaurant zitten, een beetje zitten racletten met z'n allen. Waarom trek je ze dan niet gewoon naar de stadions? Ik denk dat je echt gewoon daar het volk plezier mee doet. En ik denk dat het commercieel ook gewoon heel interessant is. Ik ben toen in die tijd dat het gespeeld werd, de tweede kerstdag. Heb je dat gedaan? Zeker. Feyenoord NAC 2-0, Diego Buizenswaard 2 keer. Prima. Was het toen druk in de stadions? Het was stijf uitverkocht. Maar dat is de Kuip, hè? Voor mij was het best wel goed overal. Jawel, maar dit is. Je kan ook kinderen op dat soort momenten. Dat zijn dat je kind voor het eerst ergens mee naartoe kan nemen. Weet je? Dat is ook niet. Dan kan je ook die sfeer wat anders wegzetten. Misschien wat meer op kinderen richten, bijvoorbeeld. Ik vind het wel slim. Ja. Kunnen we echt een kerstje maken? Wat vinden supporters ervan? Zoals. Ga maar even naar Feyenoord. Wat zouden de Feyenoord supporters, die hooligans, wat zouden die van vinden als er een kinderfeestje van wordt gemaakt op tweede kerstdag? Dat moet je wel heel slim spelen, maar we hebben nu ook kameraadjesdag in de Kuip. Weet je? Ja, dus waar ze natuurlijk allergisch voor zijn natuurlijk allemaal van against modern voetbal types. Ja, tenminste, niet precies. Allemaal. Natuurlijk 90% van de Kuip kan het niks schelen, maar er zijn er genoeg die dat dan wel heel vocaal maken. Maar als je dat, kijk, nieuwe aanwas, snapt iedereen. En iedereen, zeker van die diehard supporters, die zijn ooit een keer met iemand als klein kindje in die Kuip gekomen. Dus dat gunnen ze elke volgende generatie ook. Ja, ik ben sowieso voor. Moet je niet alleen een dag met alleen maar kinderen, moet je niet doen. Want het is zoals met een boete. AZ Ajax AZ. Maar dat is qua tv-registratie niet te doen. Esteban. 90 minuten lang heel hoog gegild. Toen was er toch ook een rel over dat die roze koeken naar beneden werden gegooid? Huh? We werden met roze koeken gegooid toen. Roze koeken gegooid? Ja, de kinderen onderling. Ik dacht dat Frits Warnand geweigerd was, want die wilde met zijn kleinkinderen binnen. Klopt. Ja, klopt. Maar kerst voor of niet? Of ik voor het feit van kerst ben? Ik mag. En ben je dan ook voor met het voetballen tijdens kerst? Ja, tuurlijk. Wat dan van jou geloof? Nou ja, het ding is, ja. Ik denk dat het lastig wordt, hoor. Omdat misschien is het er wel, gezien de interesse in de Eredivisie enorm is. Maar het is ook wel, kijk, je zal het moeten doorbreken. Want het is nu ook wel zo, wij zijn er niet, maar de voetballiefhebber weet, dus die gaat naar Engeland. Met kerst kijk je Engels voetbal. En dat aanbod is normaal wat beter verdeeld ten opzichte van de Eredivisie. Maar dan moet je eventueel echt gaan kiezen. Ik ben benieuwd waar de Eredivisie dan uitkomt. Omdat. Kijk, je eigen club is natuurlijk wel belangrijk. Ja. En dit is ook wel heel erg vanuit de superfan gedacht, hoor. Of vanuit de supervoetballiefhebber gedacht. Want echt niet iedereen zit thuis een beetje te zappen tussen. Nee, dat is ook zeker waar. Maar dat is ook het verschil tussen dat
iedereen het helemaal fantastisch vindt dat ze elke keer door heel Europa die Super Sunday plannen. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Want je kan niks echt kijken, want om het half uur begint de volgende fantastische sport. Afgelopen zondag hadden we het dan toch? Over de weken. Ja. Afgelopen zondag was er weer eentje, ja. Maar ik vind het principe dat je dat binnen je eigen competitie doet, een Super Sunday, prima. Maar plan het niet met z'n allen tegelijk op dezelfde zondag. Jan, voorstander voor? Of niet? Dames en heren, opgelet, een zure mening. Nee, het is geen zure mening. Ik ben wel voorstander, maar dan moet je het wel inderdaad zo aankleden dat er dan gewoon een topper is. Dus laat dan ook maar Ajax Feyenoord of Feyenoord Ajax spelen Maar dan, en die andere acht stadions dan? Derbies misschien? Maak het gewoon echt een dag van, oké, je moet dit meemaken. Want als je gewoon, weet ik veel, met alle respect, NAC... Dus dan heb je die dag AZ, Ajax, Groningen, Heerenveen, Feyenoord, Sparta... Nou, die plan je achter elkaar door. Roda, VVV. Dan de hele dag door tot s'avonds PSV, laat. NAC. Ja, de krant, als je dit een keer door laat gaan, dat Feyenoord Excelsior moet worden. Sparta is er niet meer, Excelsior zeker. Nee, maar dan lijkt het me wel mooi. Maar ik sta niet te springen. Ik ben het wel eens met Jordi dat ik gewoon lekker dan dat Engels voetbal ook wel heel mooi is om daar een beetje in te duiken op. Nederlandse Eredivisie is gewoon niet breed genoeg qua kwaliteit voor een Super Sunday. Daar komt dit op neer dus. Nee, maar ik ben... Nee, ja. Je kan tot twee potten komen. Als je een beetje je best doet, kan je nog een subtoppen eronder. Maar dat is dan niet historisch gezien, maar dat is gewoon puur op de ranglijst. Dus dat je nu bijvoorbeeld... Wat moet je eraan plakken? Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en... AZ Vitesse of zo? Ja, die speelt tegen Ajax. Ja, oh ja. Ja, waar je ook een beetje is competitieplanning. Want oké, je gaat dan langer door, dus ook langere winterstop. Ja, nu met zo'n WK kan dat dus al helemaal niet. Nee. Want daar kom je niet uit. Weet je, als je... Het is nu de laatste wedstrijd 10 december of zo, denk ik? Nee. Net voor kerst trouwens. 24 december. Laat me zitten, ik heb helemaal niks gezegd. Excuus. Jij bent gewoon op data. Doen. We gaan voetballen met kerst. Gaan jullie de beker winnen, Jan? Nee. Nou, ik had het er net even buiten over met Jordi. En Jordi zei, ja, maar Jan, jullie worden helemaal weggespeeld komende zondag. 22 april. 22 april. En dat denk ik eigenlijk ook. AZ natuurlijk, en vooral met Wout Weghorst voorop, die nu, hoeveel heeft hij in liggen? 11 in de beker. Compleet zuur is van afgelopen jaar tegen Vitesse, wat een groot debakel was. AZ speelt veel beter voetbal dan Feyenoord. Ja. Er is nog even tijd om een beetje weer alles op de rit te krijgen. Maar ik vrees met grote vrezen. Hier aan tafel? Ja, kijk, als je nu gewoon naar de ja? Als je nu kijkt hoe het in de competitie gaat dan en überhaupt op het veld. Het was ook afgelopen woensdag nou weer niet geweldig om aan te zien. Het was niet zo slecht als afgelopen zondag, dus het was alweer ietsjes beter. Aan de andere kant staat er natuurlijk wel genoeg kwaliteit op het veld bij Feyenoord. En gewoon nog even één keer 90 minuten vlammen. Als het maar voor een mooie pot, dan mag ik toch wat minste wat je van wachten. Ja. Ik denk dat, als Gio die pakt dit jaar, dan heeft hij gewoon 3 prijzen in 3 jaar, 4 prijzen in 3 jaar. Dan wordt het toch ineens wel heel interessant. Ja, maar dan gaat hij dan toch sowieso nemen ze afscheid, toch? Ja, nee, precies. Dat is ook, maar dan heeft hij wel echt een top. Ja, ondanks het feit dat we best wel een tijdje niet geweldig voetbal hebben gezien, is hij natuurlijk wel, gaat hij wel echt als topcoach weg. Van Gio, van de spelers, de blessures, de technische staf. Ja, wat is het sentiment in Rotterdam? Nou, kijk... Dat het best een mooie stad is. Is dat sowieso. En daar is ook geen twijfel over. Je hebt ook een hele mooie website daarover. Lekker eten en allemaal de buik dingen. Van. Ja. Maar, hij was natuurlijk in mei vorig jaar tot, laten we zeggen, augustus, was hij natuurlijk de gevierde man. En dat is dan wel eens hoe opportunistisch voetbal is. Mm-hmm. Natuurlijk was het dit jaar niet geweldig. En zeker vanaf zeg maar oktober, november niet meer. Maar ja, dus ze durven nog niet helemaal te laten vallen. Ook de supporters niet, dat merk je wel. Maar er zit al wel weer dat nare. Ze hebben nu weer wat anders gevonden. Ze kunnen nu weer over dat Feyenoord City mekkeren. Dus hebben ze in ieder geval iets dat ze het niet kunnen kanaliseren richting Gio. Maar zo voelt het wel een beetje voor mij. Maar wat ik dus, heb jij die column nog gelezen over Van Hooydonk deze week voor International? Nee. Je liet er geen gras over groeien, zeg. Maar wat is wat ik bij Feyenoord, wat ik tegen Heracles heb gezien... en wat ik ook miste tegen... dat was een samenvatting die ik gekeken heb, hoor, dus dat zegt niks. Tegen Vitesse is dat Feyenoord helemaal geen driftkicker heeft. Die Toornstra komt volgens mij in de buurt. Maar ze hebben niemand die gewoon als een debiel achter onmogelijke ballen aanrent die de meeste... Waar moet je dat doen? Nou ja, wat Kuyt vorig jaar gedaan heeft, was natuurlijk precies dat.
Die deed dat misschien nodig. Niet als een deal, maar wel gewoon altijd weer gaan. Een keus, maar gewoon iemand die keihard blijft rennen. Ja. Ook tegen Heracles. Ja. En die... Nee, maar er staat niet, en het verwachting is natuurlijk een beetje dat Van Persie dat gaat doen. Maar Van Persie natuurlijk... Nee, het is er niet. Het is, ja, de hangende spits op spits. Dat is het. Die gaat niet als het vanaf het middenveld lopen jagen. En je merkt het bij Feyenoord als El Amadi die rol pakt. En dat was dus afgelopen woensdag was dat vaker zo tot hij eruit ging. En zelfs tegen PSV zondag deed hij dat 10 minuten na de rust. Deed hij dat ook. Ja. En dan verandert het hele spel van Feyenoord verandert. Het is positief, toch? Ja, ja, nee, zeker. Dan wordt het echt beter. Dan zie je ineens... Want er staan genoeg mensen die echt wat kunnen. Alleen, dus ik deel jouw analyse helemaal. Je hebt gewoon zo'n Duracell-konijn nodig... dat ergens in het begin van het seizoen... een keer met een bloedend hoofd het veld afstapt... een tulbandje omkrijgt en weer terugkomt. Ja. Weet je wel? Gewoon zo'n gast die... Die niet het professionele koude voetbal, maar gewoon... Dat... Het is ook een van de eerste... eerdere keer, of misschien wel de eerste keer... dat Feyenoord ook niet zo'n speler heeft. Ja. Dat Feyenoord heeft ze altijd gehad. Soms dat je dacht van, nou ja, nou je hebt, jullie hebben er nou te veel. Het zou ook wel fijn zijn als er iemand kan voetballen. Een beetje structuur in maakt. Ja. Ik kan me niet echt heel goed herinneren dat er niet zo iemand rondliep. En ik ben iemand de meestal van de data en van het nieuwe geloof daar helemaal niet in. Maar dat bijvoorbeeld ook een tribune invloed heeft op het spelpatroon. Maar ja, daar heb je ook wel, want dat is een wisselwerking. Want er moet er iemand op het veld voor zijn waarvoor je erachter gaat staan. Precies. Wie was dat bij Vitesse Feyenoord? Dat is 2-3 weken geleden. Hè? Wie liep daar bij Vitesse? Daar was er eentje, scoorde voor Linse. Linse, ja. Ja, zeker. Die is nog steeds aan het lopen. Ja, exact. Nou ja, zo'n figuur heb je nodig, toch? Nee, gewoon waarvan je zegt, oké, deze bal, je hoeft niet per se elke bal te gaan rennen. Ja, Linse heeft in het laatste kwartier denk ik 35 keer op doel geschoten. Nee, hij heeft toen het meest geschoten ooit, zeg maar, in een wedstrijd of zo voor Vitesse. Zo voorbij kwam. Overigens, Pierre van Ooijdonk, jullie hebben het dus allemaal niet gelezen? Nee. Soms lijkt het als Feyenoord nog dronken is van het kampioensfeest. Volgens algemeen directeur Jan de Jong gaat het hartstikke lekker allemaal. De terugkeer van Robin van Persie bracht positieve sentimenten met zich mee. En anders is het nog altijd het nagenieten van de landstitel. Daar trap ik dus niet in, aldus van Ooijdonk. Hij zegt dat de club in de fik staat en dat de leiding hoopt dat het vuur vanzelf dooit. Nou, dat lijkt me onmogelijk. Van Giel moet doorselecteren. En volgens mij zijn sommige spelers van het kampioensteam overgewaardeerd door de technische leiding. Spelers die tijdens een deel van het seizoen boven zichzelf uitstegen, zoals Jan-Arie van der Heijden, Erik Bottergien en Jan Stoornstaak, kregen meteen een contractverlenging voorgesteld. Soms lijkt het alsof ze bij Feyenoord nog steeds half dronken zijn van het kampioensfeest. Ja, dit is wel een beetje waar ik volgens mij de afgelopen weken... Dus je zal het met terugwerkende kracht nooit weten, maar ik heb wel het idee dat er een aantal vorig seizoen boven zichzelf zijn gestegen. En dat heb ik altijd van, het zou zo fijn zijn, maar het is ook moeilijk hoor. Het is hartstikke moeilijk. Als je emotie weglaat bij dat soort beslissingen van gaan we hem verlengen, kunnen we hem verkopen. Weet je, met een Jurgensen vorig jaar onze topscorer titel gebracht, maar er komt 20 miljoen, pak die 20 miljoen. En ja, dat is 9 van 10 keer toch wel verstandiger hoor. Ajax. Nu heeft Ajax ook prima een getalenteerd team, maar je betekent dus wel dat je elk jaar weer moet gaan opbouwen. Ja, maar ik denk dat je daar beter gewoon, daar moet je je op instellen. Daar kan je wel elk jaar van balen, maar dat gaat gewoon gebeuren. En je moet er ook blij om zijn, denk ik, want je hebt ook nu een aantal keer gehad en dat er misschien in de toekomst dat de Franse competitie daar een beetje mee te maken heeft. Elke keer als ze zo'n topscorer of een goede speler van de Eredivisie naar Engeland halen en hij flopt, op een gegeven moment komen ze niet meer. Nee. Dan denk je van, ja, kan wel prima. Je kan wel 30 keer scoren in Nederland, maar dat zegt dus helemaal niks. Nee. Maar het is denk ik wel zo. Het is denk ik ook wel teamsport eigen, professionele teamsport. Dat er altijd in een team dat succesvol is, dat er bepaalde types meeliften, omdat de factoren voor hun precies goed zijn. Ze spelen op de goede positie. Ze hebben net even de goede fysiotherapeut daar. Precies dat. Je ziet dat. Of net even mentaal een dingetje, omdat ze met iemand spelen waarmee ze vroeger gespeeld hebben. En daardoor worden, kijk, dat gun je die spelers ook natuurlijk. Daardoor worden spelers gewoon overbetaald. Ik denk dat als je bijvoorbeeld nu ziet, weet je, Jurgensen noemen jullie, maar ja, die gaat ongeveer elke bal halen. Krijgt niet heel vaak een lekkere bal van links of van rechts aangespeeld. Dus ja, die staat heel vaak bijna mee te verdedigen, weet je wel. Ja, dat haal je niet heel veel rendement uit de spits natuurlijk. Ja. Nee, maar het zijn ook andere factoren. Alleen denk ik van dat je, wat er in een winterstop speelde met zijn transfer, dat je dat als Nederlandse club nooit moet weigeren, ondanks hoe belangrijk die voor je is. Want je vindt, je gaat alweer een andere vinden en de match is zo groot die je op hem kon pakken. En hij is 27?
Misschien 28 hadden we vorige week gekeken. Precies, nee, 27 net geworden. Ja, ja, dus nee, maar ja, eens. En je merkt, hij ligt goed in Rotterdam. Mm-hmm. En, dus natuurlijk ook en dat een... maakt extra lastig, hè? Want precies. De eerste volgende week dat hij weg is en je scoort niet, ja, dan staat die Kuip in de fik. Ja. Je moet met het geld. Want dat is natuurlijk in de arena gebeurd. Ja, iedereen die verkoopt. Ja, 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 en, je hebt dikke, en iedereen zegt, ja, nou, met die bankrekening. Met die rekening ga je niet scoren. Nee. Word je geen kampioen? Nee, worden we niet. Toch nieuw? Feyenoord wordt geen kampioen, dat is, er is niks aan geloven. Ajax nu, maar dat maakt niet uit. Nee, maar als we het over Feyenoord hebben, deel jij zeg maar ook... De, ja, nee, maar het ging natuurlijk ook in die column over Feyenoord City. Jordi, het gaat één keer over Feyenoord, die gelijk op ik zat al te wachten, Jan. Geef dan wat eerder wat gas. Je hebt toch een Feyenoord shirt? Ik vind heb wel, ik gehad. Ik heb gewoon heel netjes gedragen, Jordi, dus ja, is lekker. Maar als je kijkt naar Feyenoord City, jij als Rotterdammer, is dat een project waar je achter staat? Ja, maar ik ben wat dat betreft, ik ben opgeleid als marketeer. Weet je, ik kijk gewoon wat. En dan ben ik ook nog iemand die in vak VV zit, die elke keer de 86 trappen omhoog moet. Ja, ja, ja. Als hij naar de wc gaat en langs 40.000 mensen moet. En dan één snicker kan kopen en een broodje kroket, that's it. Weet je, dit is, het service level is zo ontzettend laag. En je snicker is nog te veel met rappershoes. Maar, sorry, ga door. Nee, maar dus. Ik hou van de Kuip. En ik kan er gewoon ook niet daarheen gaan en niet gewoon toch nog even een foto van wat voor van die lichtbas maken. Ja, en mooi, als het stadion beweegt, ik vind het geweldig. Maar het is ook, ja, het is 1937. Dat is bijna 200 jaar oud. Ben je fan van, of ben je voorstander van Feyenoord City als... is de marketeer van jouw voorstander? Is de Rotterdammer van jouw voorstander? Of is supporter van alle drie? Alle drie. Nou, nee, ik ben niet zeg maar helemaal blind voorstander. Ik denk wel dat wat er nu ligt ten opzichte van wat er van 3-4 jaar geleden is, dat er een hele stap vooruit is. Ik weet, en dat weet ik echt als Rotterdammer, dat er een enorme opgave op Rotterdam-Zuid ligt. Of een Kuip, of een nieuwe Kuip, dat gaat redden. Zelfs met alle toeters en bellen die er nu aangehangen zijn. Dat vraag ik me af. Maar er wordt ook flink geïnvesteerd bij Ahoy. Ook, hè, daar komt ook een keer een 50 meter zwembad bij. Dus dat het de stad om meer te doen is dan alleen maar Feyenoord een nieuwe Kuip geven. Dat lijkt me duidelijk. En dat daar wel, als Feyenoord zich daar ook echt voor wil openstellen als club. Wat ze wel moeten, waar de gemeente ze toe dwingt. Dan denk ik dat je iets goed hebt. Dat supporters tegen zijn, en dat omdat ze houden van de Kuip, snap ik. Ik hou ook van de Kuip. Maar dat ze tegen zijn tegen projecten, begrijp ik niks van. Want ze krijgen tussen aanhalingstekens 80 miljoen, een lening van 80 miljoen van de gemeente. Dat krijg je gewoon bijna nergens in Nederland. Nee. De Kuip blijft staan, toch? Dat worden appartementen en kantoren. En, ja, dat wordt een beetje zoals het Olympisch Stadion hier in Amsterdam. Precies. Dus dat is, daar kan je echt gewoon leuke dingen blijven doen. Nee, dat is juist het mooie van het nieuwe plan. Jij zit te luisteren en je denkt... Ik denk dat het niet zoveel. Nee, maar volgens mij hebben we het vrij recent hierover gehad. En het is meer van door het woordje City eraan gekoppeld. Dan zie ik, weet je, dat heb ik al gezegd, rondom de arena. Met wat ze dan voor plannen hebben en wat het idee is. Ik kan niet een voorbeeld weten, ook over de grens niet, waar het zeg maar echt goed werkt. Dat je denkt van ja, gezellig, weet je wat, we gaan naar Feyenoord City, gaan we een leuke middag hebben. Maar de Feyenoord City, dat wordt die avenue, toch? Die lange strook. Eigenlijk de verbinding vanaf de Kuip tot zeg maar de nieuwe plek. Ja. En daar komt de van. Nieuwe plek is dichter bij het centrum. Nee, dichter bij het water. Dichter bij het water. En dus het idee is ook wel dat je met de boot inderdaad vanaf. En dat doen nu al heel veel mensen. Ja, dat zag ik. Ja. En ik denk op zich dat stukje wat daar nu ligt. Ja, er zit nu een gamma en een stukje parkeerterrein. En het is heel lelijk. Het stelt allemaal echt niks vol. En het is alleen toevallig net naast het appartement van Leo Beenhakker. Dus die is tegen. Maar ik hoop echt dat hij het nog mee mag maken. Want dat zou ik mooi vinden. Want aan de andere kant van de weg ligt die moskee, toch? Ja, dat is wel ietsjes verder weg. Dus maar dat is, er zit nu een gamma en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk rondom de arena. Zijn het ook allemaal kolossale firmas. Dus het is nooit, zeg maar... Ja, het wordt niet gezellig leuk, want het is toch veel te dure grond voor het wordt ook geen Stamford Bridge, weet je wel, dat je ineens door een wijk heen loopt en tegen... Nee. Maar ik denk ook, ja, dat is ook een beetje de tand destijds, weet je, waar we nu in zitten.
En ja, ik denk ook niet dat ze heel erg hun best gaan doen. Ik hoop dat ze architect de opdracht toegeven. Maar dat je dat echte schutgevoel nog terugkrijgt. Ja, ze zeggen, we gaan zoveel mogelijk doen om allemaal dat soort elementen, dus dat de tribunes nog kunnen bewegen, hoe het geluid rondgaat. Nou ja, in alle eerlijkheid kan je natuurlijk wel gif op innemen dat het natuurlijk nooit precies die sfeer gaat krijgen. Dat geloof ik gewoon niet. Ja. Nee. Maar je moet daar iets nieuws neerzetten. Ja. Dat er verbetering is voor iedereen. Ja. Voor eeuwig afscheid nemen van het beste grasveld van Nederland. Maar die grasmanagers gaan gewoon mee, toch? Dat zijn een soort personalities geworden. Ik zie om de weken bij Fox de prikker van het Feyenoordgras. Ja, maar ze zoeken daar ook natuurlijk gewoon naar content. Hè? Ja, nee. Ook de hele week met voetbal volzet op krijgen, kanalen. Ze krijgen genoeg van niemand, want hij staat vaker in mijn huiskamer dan mijn lief is. Er wordt trouwens gezegd, de legendarische woorden van Giovanni van Bronckhorst vandaag op de persconferentie. Kan dooien, kan vriezen. In mei zullen we hoger staan. Is dat mogelijk? Gaat dat gebeuren? Ze staan nu vijfde. Vierde, vijfde? Zij staan nu 1, 2, 3... Vijfde, ja. Dat geloof ik wel. Boven Utrecht. Utrecht haal je nog wel in en dan is het klaar, denk ik. Dus dan ben je vierde. Nou, dan sta je inderdaad hoger in mei. Mooie woorden. Ja, AZ is lastig, inderdaad. Maar dan naar Freek Jansen vandaag, vriend van de show. Die heeft geroepen dat de kampioensrace nu gaat beginnen. Nou ja, we hebben het vorige week gehad over objectieve journalisten. Dit is ook een beetje de Ajax-bril van Freek, denk ik. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk? Onbegrijpelijk van zo'n instituut als Freek Jansen. Dat hij zich dit laat optekenen. Nee. Ajax is klaar. Hij laat optekenen. Dit zegt hij. Maar die wil gewoon wat meer VI'tjes verkopen. Dat snap ik ook. Die wil het nog even spannend maken. Dat is zo. Want voor mij hebben we het programma nog van beide. Kijk. Tuut. Wat een visual dit. Heel goed. Dit maken gewoon hoor, jongens. Even kijken hoor. Nou. 5 keer 5 om 4. Er zit in ieder geval het puntverschil tussen Ajax en PSV wordt dit weekend alweer een tikkeltje groter, denk ik. Er zit in ieder geval een... Tenminste, als Vitesse er zin in heeft. Nog een 6 punten ertussen. Heerenveen thuis wint Ajax wel, Sparta uit wint Ajax ook, Groningen uit, als Groningen dan nog bestaat. Heracles thuis win je wel, PSV uit, daar ja, kunnen ze... Je zou dus het weekend vanaf Heracles, dat weekend AZ en Heracles en dan daarna PSV Ajax. Roda als echt, ja, Roda voor degradatie, dat zou in die drie weken zou het dat zou de laatste, dat is maar dat ook is de enige. Waar ze op gokken, maar ik zie het niet echt gebeuren, maar ik denk ook dat ze bij PSV hopen eigenlijk stiekem dat Ajax gewoon tot aan PSV uit alles wint, want dan worden ze geloof ik volgens de rekens kampioen op eigen veld tegen Ajax. Ja. En maar dan moet PSV dus geen puntverlies leiden. Geen puntverlies leiden tegen Utrecht of AZ. Venlo, maar thuis. Wat ook nog wel een rol van betekenis kan spelen is AZ, ene laatste speelronde tegen Ajax. Als AZ dan al klaar is voor die tweede plek, gaan ze die wedstrijd denk ik ook wel anders in. Is de beker ervoor? Ik denk het wel. Net een week ervoor. Wanneer welke wedstrijd? AZ-Ajax. Of Ajax-AZ. Ja. Dat is de week na. Nou ja, 29. Dan zijn ze misschien vol. Dus als AZ kampioen de beker wint, dan is hij lekker voor Ajax. Maar Gijsbrecht, gaat het nog spannend worden? Of is het echt Freek Jansen die te lang in de Spaanse zon heeft gelegen afgelopen week? Nou ja, kijk, dit is zo typisch. Je weet het nooit, maar dit is niet. Maar dat blijft, weet je. Maar ik ga hier niet in mee. Ik bedoel, je ziet ook hoe zondag PSV speelde. Dan mag ik het weer even een keer gewoon van dichtbij meemaken. Daar zit niet heel veel. Er zit niet heel veel dingen die fout gaan tussen, weet je. Het is ook niet briljant. Vind ik ook niet, maar er gaat ook niet heel veel mis. Nee. En ze hebben gewoon een paar mensen die in, straks is Lozano er weer bij, weet je, dan ze hebben gewoon een paar die ook echt wel het verschil kunnen maken. En zelfs zo'n Van Ginkel, ja, ik zit me dan helemaal op te vreten hoe vaak die omdondert. En ik vind gewoon, dat doe je niet in de Kuip, weet je, maar hij doet het wel. En hij krijgt ze allemaal mee, weet je, dus het is, ja. Maar doet het jouw pijn, zeg maar, maakt het jou uit als Feyenoord niet kampioen wordt dat Ajax het wordt? Nou, zo zit ik niet in elkaar, maar ik denk in de Kuip 47.000 anderen wel. Jij zegt niet gezellig op de tribune. Ja, boeit nou eigenlijk dat PSV je wint. Dat is misschien wel goed voor ons. Dat hij is geen kampioen. Nee, ja, maar ik vind je moet gewoon je moet altijd willen winnen als club. Weet je? Daar zit ik, zo zit ik zelf ook zo in elkaar. Ik kan niet denken van nou, we verliezen, want dat is goed voor dat Ajax geen kampioen wordt. Ja. Nee, dat is niet hoe ik werk. Nee. Ik vind dat mag, nou ja. Jij mag alles zeggen. Het mag wel, zeg maar. Gewoon als je echt rivalen bent,
dan mag je daar best wel eens een geintje mee uithalen. Alleen, volgens mij de enige reden waarom Feyenoord Ajax ooit kampioen heeft gemaakt, is omdat in de ene ronde toen hij 10-0 was. En dan raakt het je eigen trots. Dus Feyenoord had wat recht te zetten tegen PSV. En dat was de massa van Ajax, want anders was dat ook destijds niet gebeurd. Nee, dus het is, ik vind het iets als Rotterdam versus Amsterdam heb je dat wel breder. Dat het natuurlijk zelf al heel gauw Calimero voelen. En ja, daar heb ik ook gewoon niet zoveel mee. Dus ook dit heb ik niet. Ik vind het, je bent gewoon trots wat Feyenoord doet. En daar moet het vandaan komen. Gaat me niet zozeer over andere clubs. Jij, laten we even een Jethro Willemsje doen. Hoeveel procent kans denk je dat Ajax kampioen wordt? Als het Jethro Willems is, dan 0,1. Want dan is die andere 99,9. Ja. Ja. Zo klein? Ja, voor mij wel. 0,0 reken ik. Ja. Dus vorig jaar had ik dat ook goed. Toen won, weet je nog, Ajax nog wel van Feyenoord. Ja, toen zei ik al het een. Dat maakt niet zo veel. Ah, maar dat geloof ik niet. Nee, wel. Uiteindelijk is het eruit gekomen. Ja. Het was voor niks. Natuurlijk hebben we met z'n allen nog één keer zitten lachen toen ze uit naar Excelsior moesten. Maar ook toen was er geen enkele normale Ajax die dacht van, nou, we worden alsnog. Dat gebeurt niet gewoon. Maar het was gewoon een grappige bijkomstigheid aan een jaar dat je weer geen titel had. Hey, het tweede jaar is het tweede of derde seizoen, geen titel. Dit gaat de derde worden. Derde. Ja. Wat moet er veranderen of moet er niks veranderen? Nee joh, lekker zo door blijven gaan. Kom maar lekker goed. Vorige keer was het 7 jaar. Nee. Wat moet er veranderen? Ja, ik denk. Mark Overmars zei nee, niet. Mark Overmars heeft aangetoond inderdaad sinds die andere tweede niet, of tenminste niet meer mee bemoeien, dat hij bereid is knip te trekken en ook een aantal goede jongens aangetrokken. Erik ten Hag is... Luister door de Telegraaf. Zeker niet. Ten Hag is net begonnen aan zijn avontuur midden in het seizoen. Laten we die een seizoen geven. En dan kunnen we volgend jaar rond deze periode nog een keer deze vragen. Nee, ik hoop het. Ik hoop het van harte dat het hartstikke goed komt volgend seizoen. Maar ik zie nog weinig. En je mag zo'n trainer niet te snel bekritiseren en dat soort dingen. Maar nee, ik zie geen enkele progressie op dit moment. Dat het pijnlijk is natuurlijk. Het enige wat hij heeft gedaan, want op een gegeven moment vond ik wel... Op de topwedstrijden na dat er bij Marcel Keizer gewoon dat het wekelijks slechter werd, dat een neerwaartse spiraal. En het is nu zeg maar, het is stabiel. Het is niet bijster goed, maar het zakt niet meer zo ver af dan die wedstrijden daarvoor. Nee, maar wat kan je realistisch verwachten van een trainer in zo'n korte tijd? Nou, dat is het ook. En hij is natuurlijk nogal uitgesproken over het feit van hoe die geschrokken is, hoe die qua conditie en dat soort zaken de spelersgroep heeft aangetroffen. Marcel Keizer het overigens volledig niet mee eens. Het gaat niet om hoe lang je traint, maar hoe intens. Ja, voor allebei valt wat te zeggen, maar... Jeetje van der Graag deze week... Nou, jij hebt het wel gelezen, toch? In Voetbal International? Nee, ik was ongelooflijk druk, maar ik ga het nog lezen. Je hebt het nog steeds niet gelezen? Dank voor de tip. Ik had het naar jou toegestuurd. Ja, zeker. Een heel mooi verhaal met Taco van der Velde voor mij. Met de assistent bondscoach van Saudi-Arabië. Die gaat naar... Voormalig bondscoach. Voormalig assistent bondscoach. Ja, die gaat gewoon mee, hoor. Naar Australië. Tuurlijk. Ja, jeetje. Lekker, man, Takootje. Takootje, lekker. Goed, lekker retourtje Sydney. Maar nee, dat was echt een heel mooi verhaal. En over het verschil, wat hij ook geleerd heeft in het buitenland, in Portugal. Sowieso de trainingscursus, hoe ze daar trainen. Hè, dat het echt iets waar ze heel trots op zijn. Hè. Weet je, dat je trainer bent en zo. En dat heeft hij al eerder verkondigd. Dat in Nederland eigenlijk niet zo heel erg leeft. Hè, dat je trots kan zijn om te zeggen dat je trainer bent. En dat daar ook veel... Maar op elk niveau of alleen op topniveau? Ja, want ze verdienen daar echt helemaal niks. Maar het is gewoon een status, zeg maar, om trainer te zijn. Ja, maar dat geldt natuurlijk wel voor de club waar hij zat. En dat geldt niet voor het Portugese voetbal aan zich. Nee, denk maar... je dat Coadinas voor appel en ei? Nee, maar het ging dus over jonge Portugese trainers, zeg maar. Dus niet over de trainers die uit het buitenland zijn gekomen. Maar gewoon over de opleiding en hoe de Portugese trainers er nu op staan, zeg maar. Ja. Hoe dat veranderd is, de keuze die ze hebben gemaakt. En wat heel mooi was om te zien, dat hij op een gegeven moment nu een beetje van afgestapt is, bijvoorbeeld om 11 tegen 11 te gaan trainen. Op een training. Omdat hij zegt, daarmee kan ik ze veel minder raken en minder instructies geven dan dat ze op korte partijen doen. Ja. Maar het ging gewoon meer over dat Marcel Keizer zegt, het maakt niet uit hoe lang je traint, hoe intens het is. Dat is natuurlijk zo. Maar natuurlijk heeft het ook wel iets mee te maken dat je kan een uur intens trainen, maar je kan ook 2 uur intens trainen. Zeker. Of 3. Of 3. Nee, maar dat klinkt heel gek. Want Ten Hag weet ik bij ik Utrecht... Ik weinig overhoud voor het weekend. Nee, maar Ten Hag bij Utrecht, de eerste maanden, dat hebben we het al zo vaak benoemd, dat het iedereen liep te zeuren en zo, dat ze 2,5 uur op het veld stonden. Nou, wie hadden we vorige keer een uitzending op zondag van Excelsior? Oh, Theo Zwarthoed. Die zat te vertellen dat ze allemaal zo lang op het veld stonden. Dat ze zulke lange sessies doen.
Dat was verhaal bij Van Gaal toch ook altijd, dat de eerste half jaar of eerste jaar iedereen altijd bij hem geblesseerd is. En dat ze daarna pas echt beter worden. Ja. En dan hebben ze ongeveer alles wat pijn kan doen, hebben ze pijn gedaan. En dan ineens worden ze fitter en dan, sterk, dan kunnen ze de boel weer aan. Ja, het is filosofie natuurlijk. Het is volgens mij zo, het is zo'n vak met zoveel waarheden. En ik heb altijd een beetje, nu gaat het zeg maar goed met Van der Gaag. En dan moeten we kijken wat hij specifiek doet. En iedereen moet zijn eigen weg daarin vinden. Alleen de Nederlandse coach moet wat avontuurlijker worden. En wat breder, want in Nederland hebben we natuurlijk veel trainers die elkaar nadoen. En daar moet je vanaf. De oplossing ligt niet in Portugal, de oplossing ligt niet in IJsland. Maar gewoon overal een beetje luisteren en gewoon je eigen worden. Maar dat ben ik met je eens. En ook gewoon durven buiten het voetbal te kijken. Want ik vind het verschrikkelijk hoe navelstaardig die voetbalwereld is. Ja. En dat voorbeeld van net met die korte broeken. Weet je, ik heb daar geen medische onderbouwing van. Maar ik durf te zeggen dat daar echt wel onderzoek naar gedaan is. Dat het beter is om gewoon iets warmer aangekleed te zijn. Is als het -5 is. Ja, ja. En dat soort dingen denk ik van waarom is er dan niet een arts of een fysio die zegt jongens trek het nou gewoon even en aan. En ook vooral een coach die het durft te implementeren. Maar is het Nederlands technisch voetbal, directeur. Is het Nederlands voetbal niet bij uitstek geschikt als kweekvijver voor voetbalinnovatie? Omdat het een competitie uiteindelijk is. Uiteindelijk wel. Dat zou ik wel zeggen. Dat waren we ooit. Maar dat is gewoon. We zijn door ons. De wet van de remde voorsprong. We zijn gewoon. We geloven nog steeds. In wat we 30 jaar geleden goed deden. Dat ons nu nog gaat redden. Ja. Maar wat jij bijvoorbeeld net zegt over doktoren. En dat soort dingen. Dat zijn best wel vaak. Dat doktoren wel wat dingen roepen. Maar dat een trainer daar gewoon overheen gaat. Dat is het moeilijke. Onder druk. Onder druk. We hebben vorig jaar bij Newcastle. Nee, maar ook in de Eredivisie. In de Eredivisie. Ja. Met de licht. Ja, maar met de keeper. Nee, de licht, maar ook weet hij bij PEC Zwolle vorig seizoen was het toch? Wie was het nou? Nou goed, het doet er niet toe. Maar, dat er best wel vaak een dokter het veld in komt of iets zegt. Hè, of, dit kan niet of dat kan. Ja. Een veldman die omviel, weet je, die een klap had en gehad en gewoon weer het veld werd ingeduwd. Er worden even twee van die enorme spuit ingejast en gaan maar weer. Ja. Ik denk dat er nog een hoop te leren is. En ik denk dat je zeker. En met het lef, ze zeggen dat NEC het nu gaat doen, toch? Hè? Ben je eenmaal alle. Maar dat is denk ik het grootste punt. Of innovatie moet gepaard gaan met succes. Want anders gaat de kop eraf en dan vergeven ze het weer. Want dat klopt. Is met zo'n Pepijn Leijnders ook. Want dus de oude gedachte die zit te wachten tot die faalt. Om te zeggen: van zie je, jullie willen dit hebben, dat werkt niet. Ja. En dan gaat het zoveel tijd weer innemen voordat iemand dezelfde keuze als NEC durft te maken in dit geval. En want Pepijn dus dat begin is verschrikkelijk slecht. Volgens mij wint geen wedstrijd. Nee, maar dat werd hij wordt de week, hele tijd belachelijk gemaakt. Waar hij ook zelf aan meewerkt met dat Jurgen Klopp verhaal. Ja, maar hij is nu 5-6 wedstrijden bezig. 8-9 denk ik al. Ja, dan 7-8. Maar dat is geen seizoen. Dat is sample size van niks. Maar dat is hetzelfde nu met Den Haag. En ik snap het ook wel. Maar Niel, ik zei het vorige week ook. Het is. Jij bent gewoon. Nee, maar NEC staat bovenaan. Die worden 100% kampioen. Dat weet heel die competitie. Ja, maar moet ik nou weer het hele verhaal wat ik vorige week heb gezegd weer gaan herhalen? Ja, ik was het niet. Het gaat er toch om dat het bizar is dat het zo goed is. Blijkbaar ook niet. Er een nieuwe maar ging het zo goed? Heb jij die data gekeken? Heb je expected goals gezien? Nee, maar dat is niet altijd belangrijk, Niel. Nou, hoezo niet? Omdat dan weet je toch of een ploeg boven de verwachtingen presteert of zeker? Onder. Zeker? Je begrijpt dat maar je goals inhoudt? Nee, maar dit is flauw natuurlijk. Maar dat zit natuurlijk wel een kern in. Tuurlijk maar kern. Net zo flauw is dat als ondanks, stel dat verbeterd zou zijn, maar de resultaten niet. Dan is hij een pechfactor. Dan ben je ook geen goede trainer als je een pechfactor bent. Het hoeft er niet dat hij een pechfactor is. Ja, hij is toch de enige die gewisseld is. Nee, maar het kan toch zijn dat er voorheen dat ze heel veel geluk hadden en daarvoor dat hoeft hij toch niet per se dat hij dat is. Hij staat er is niet nog in één veld. Ding veranderd. Maar dat hij staat er niet in het veld. Dat is niet waar wat je zegt. Nee. Waarom? Hij staat toch niet in het veld. Hij is toch niet onderdeel van. Hij zit er neer, hoor. Nee, maar met expected vorige goals. Had geluk omdat hij het zo neerzette. Nee, maar het gaat erom. Ja, oké. Als jij het zo denkt, dan. Zo werkt expected goals in Turkije. Yo, heb jij wel eens een bespreking gehad waarvan je dacht, dit mag echt niet uitlekken? Dat denk ik wel. Over twee gesproken. Ja. Maar is het niet dan over voetbal. Maar is dat dan omdat je het dan lullig vindt dat mensen dat al zien? Of omdat je eigenlijk denkt, van ik heb alleen maar onzin verkocht? Toen heb je de notities van Erwin van der Looy gezien voorafgaand aan. Ja, maar ik snap ook niet. Waarom is dat zo'n dingetje? Eén, die sheets die daar hingen. Maar dat is mijn punt. Ik bedoel, dit is een trainer van een profclub, hè? Ik denk dat hij dat niet heeft gedaan, trouwens. Meestal worden die besprekingen gedaan door assistenten.
Dus maar het zal Wapenaar zijn of Corneille die het hebben gedaan. Dus daar. Goede keuzes maken is dan gewoon logisch. Wat op nee, maar heel, heel vaak trainers doen niet bespreken. Dat zijn assistenten die bespreken doen. En dan voelt een trainer nee, maar toe. Maar dit slaat helemaal nergens op ook. Deze flip-over is dat wel een mooie luid, was het. van de vijfde klasse tot de hoogte. De flip-over. Wij doen het dan niet bij LSVV. Als Freek doet dat niet. Maar als Freek dit bij ons zou doen, dan zou die luid vliegen. Wat is het nou? Ze moeten ons voelen. Ja, nee, ja, maar ja. En goede keuzes maken. Ja, ja. Ah, shit. Ja, goede keuzes maken. Maar mooi, ik vond het veel mooier. Eigenlijk, dit was belachelijk, maar wat NOS, die tweet, NOS Sport. Wist Feyenoord, won Feyenoord met volkennis. Ja, won Feyenoord. Ja, want als Feyenoord dit niet had geweest... Dit wilden ze natuurlijk ook. Iemand wilde dat even de wereld in brengen natuurlijk. Dat is een storyline, ja. Precies, maar weet je, Van der Looy heeft gezegd dat hij nooit meer naar dat hotel gaat, toch? Als dat hotel dit gelekt heeft. Ja. Nee, maar dit was toch iemand anders? Iemand die belang bij hotel gaat nou foto's van een flip over maken en dat lekken. Dan ben je toch helemaal gek. Nou ja, ik denk, weet je hoe het is gegaan? Er was iemand daar, die is een bijbaantje, die moet die... Je hebt het op zijn Snapchat gezet. Die heeft het naar het team geluid. Ja. Hey, dit lijkt wel een beetje op die van ons. Ja. Toch? Ja, het is... Ja, ik vind de complottheorie ook wel leuk, hoor. Iemand die Van Looy eruit wil hebben. Ja, precies. Gewoon van binnenuit komt. Ja. Ja, geloof je daarin? Nee, maar het zou toch leuk zijn. Gewoon bij zijn eigen kleedkamer. Een complottheorie? Dat iemand van de Looy eruit wil hebben en dit expres heeft gelekt. Vind ik wel een mooie theorie. Ja, toch? Ja. Ik geloof het niet, maar het zou prachtig zijn als het waar is. Ja, dat is een beter verhaal is dat. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, deze twee sheets passen bij mijn beeld van Erwin van der Looy. Mij dus niet. Nee? Nee. Bij Groningen was hij toch altijd best wel... Wat ik hoor van spelers, het is niet een hele uitgesproken, maar het is wel iemand die echt vakinhoudelijk... Nee, maar hij is wel echt een vakinhoudelijk iemand die wel echt mee bezig is. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat nu... Ja, zijn zoon kijkt al onze uitzending. Tom, als je zit te kijken, als je dit in de hand gewist van je pa, neem ik gelijk nu alles terug. Maar... Tommy. Ja, maar ja... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit een hoofdtrainer is in Eredivisie. Wat denk jij, Gijsse? Heb je gevoetbald? Nee, ik heb niet gevoetbald. En ik heb niet heel veel verstand van echt, zeg maar, tactiek. Aan de andere kant, als je voor zo'n groep staat en je wil wat dingen uitleggen... en je tekent wat en je zegt wat... je weet toch niet wat er gezegd is? Weet je, als hij dat getekend heeft, maar hij vertelt vervolgens van... ja, dan moet je zo naar voren of je moet hem daar tegenhouden. Ja, of let op. Er is letterlijk geen verschil in dat je tegen Gijsbert zegt... je moet zo'n dekken of... dat je het op een papiertje zet. Ja, of dat je zegt... Het ziet er heel lullig uit. Iedereen kent dit van zijn amateurteam. Ja. Ja. Van zijn eigen trainer. Daardoor denk je van, wat is dit amateuristisch? Maar er staat feitelijk alleen maar dat jij hem moet dekken. En of je dat nou zegt of dat je het op een papiertje zet. Dus wat dat betreft. Ja, alleen die drie tips. Zeg maar bij onder 19, Nederland zelf onder 19. Het enige wat zij ophangen zijn de dode spelsituaties. Omdat dat steeds anders is, zeg maar. Ja. Tegen welke ploeg je speelt en wat de afspraken daarbij zijn, zeg maar. Oh, ja, maar ik heb al sinds ik die papiertjes van dode spelmomenten... en ook die gasten die nou langs de lijn als je afgevraagd... van, waar zit je nou naar te kijken? Wat laten wij daar nou gewoon een 30-for-30 maken, zeg maar. De papieren van Lamy. Nee, maar dat soort dingen. Ik volgens mij... Willem II speelde in de Kuip, hè. De finale is er ook in de Kuip. Ja. Ja. Wat hij had moeten doen, is die truc van Doc Rivers bij de Celtics. Hij had een pak geld moeten pakken en dan in het plafond moeten stoppen. En zeggen, jongens, als we winnen, staan we hier weer in de Kuip, dan mag je het eruit halen. Als we niet winnen, dan blijft het voor altijd hier in het plafond zitten. Ja. Doc Rivers, goeie gifjes, altijd Doc Rivers. Nee, er is één goed gifje. Nee, dat is heel arsenaal. Nou ja, één hele goeie. Ja, dat wilde ik eigenlijk nog. Eigenlijk ben je een week te laat, Gijsbert. Slechte indelingen, Jordi. Sorry. Nee, jij hebt natuurlijk onze Olympische sporters jarenlang van advies gegeven op sociale media. Heb je dat eigenlijk met voetballers ook gedaan? Ja, het is echt super grappig. Ik zit hier natuurlijk op de fiets hierheen. En ik krijg dus gisteravond, word ik opgebeld, of ik weer even een voorstel voor een voetballer wil doen. Ik ben denk al een jaar of 10 bezig om voetballers... zeg maar, te kunnen helpen. Ja. En ik heb de KNVB geholpen. Ik heb zelfs voor sportsvereniging Ajax heb ik gewerkt. Ik heb voor de UEFA zelfs gewerkt. Ik heb echt wel in het voetbal het een en ander gedaan. Maar op een of andere manier... ik heb ongeveer voor elke Olympische sporter in Nederland gewerkt. Ik heb voor alle bonden gewerkt. Maar voor voetballers zoals sporters heb ik nog nooit gewerkt. En het verbaast me elke keer weer. En elke keer dan duik ik weer zo'n proces in. Want ik vind het toch wel mooi. Het is ook een soort bijna een soort eredingetje. En elke keer denk ik weer van... ja, maar misschien werkt het ook gewoon niet... Weet je, dus maar welke voetballer is het?
Een voetbal die niet zo goed in Engeland doet op dit moment. Steven Klaassen. Ik heb het niet gezegd. Hé, maar even... Dat is ook zo mooi. Die wou ik trouwens ook noemen. Maar die... Je kent er één. Ik ken er maar één, dus dat was mijn go-to guy. Maar jij geeft advies op social media dan? Ja, dus wat wij doen eigenlijk... Ja, van niet zijn... als je op Instagram houder in gaat... Als je op Instagram allemaal lekkere wijven gaat volgen... Dan kunnen anderen zien dat jij die volgt. Ja, dat is het. Zo goed is dat tegenwoordig. Dat is het niet precies. Dat is het bij een beetje het niveau. Ik doe het nu, denk ik... We zijn begonnen 2008, zeg maar, met toen nog de wielrenners van de Rabobank-ploeg. En ondertussen hebben we natuurlijk heel veel gehad... En in eerste instantie was het inderdaad van zo werkt Twitter, zo werkt Instagram, zo werkt Facebook. Ja. Dit is dom, dit is slim. En heel erg vanuit defensief. Hè? Dus ook toen ik voor NOC ging werken, heel erg van jongens, wat moet je vooral niet doen om het fout te laten gaan? En nu zien we dat, we doen niet zo heel veel meer in de sport, maar we doen nog wel wat in de sport. Is dat het heel erg gaat over wat wil je nou zijn? Hoe bouw je nou een personal brand? Hoe eigenlijk, en dat vind ik ook zeker, die spelersmakelaars, dat zijn helemaal geen makelaars meer, maar zijn voetbalmanagers, die proberen gewoon... Gewoon de waarde die in zo'n voetballer zit, in ieder geval gedurende de carrière, maar hopelijk ook na de carrière, proberen ze omhoog te krijgen. Nou, één ding dat daarbij hoort is gewoon een mooi personal brand. Nou, dat is natuurlijk allemaal marketing poeha, maar het werkt wel zo. Als jij gewoon jezelf goed profileert en je contact hebt met een ruime hoeveelheid fans, ook vanuit een goed verhaal vanuit jezelf, dan kan je ook na je carrière of tijdens je carrière al gewoon veel meer eruit halen. En dat op een of andere manier wil dat niet heel erg landen überhaupt in de sport. En voetbal helemaal niet. En voetbal is het gewoon ook lastiger. Want dan gaat het, ja, als je een goede transfer maakt, dan kan alle dingetjes die ik voor kan verzinnen, die verdwijnen dan in het niets. En dan dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat het opportunisme natuurlijk ook gewoon heel erg in het voetbal zit. Dus als er op een gegeven moment één partij is die iets verzonnen heeft, dat je een beetje met Instagram dit moet doen en Facebook dat moet doen, en dat je na afloop van de wedstrijd altijd moet zeggen dat je, of je winner, loser, tie, ik heb altijd wat geleerd, weet je wel. Nou, dat staat dan op 40 accounts bij voetbal. Ja. En dan denk ik, ja, dit is niet... Tenminste, je verhaal. Nee, dit ben jij niet. Dat is ja, de grootste ergernis van jou, toch? Matchday. Ja, precies, matchday. En dan zo, met zo'n arm ernaar. Of zo'n tackle erbij, zo, als je verdediger bent. Ja, het is allemaal inhoudsloos. Weet je wat sneu is? Snijder heeft zo'n gozer in dienst genomen tijdens dat hij bij Galla zat. Die had elke keer een mooie visual van de wedstrijddag met de statistieken. Maar die heeft hij aangehouden nu hij bij dat Algaraffa zit. Dan zit je elke maandagochtend op 10:00 is het matchday qua tijdverschil. En zie je zo'n Algaraffa-logo. Dat je denkt, jezus man, koop die gozer af en doe niet meer onzin op je plaat. Maar zou je het wel willen, als het nu... Nou, ik zou het willen als ik... Dus wij, als die niet zo goede voetbal... Die voetbal die niet zo lekker gaat in Engeland. Nee, maar er zijn... Weet je, ik heb letterlijk... Ik denk met alle Nederlandse player management zeg maar, bureaus gesproken. En overal heb ik gezegd... Ik heb gewoon mijn visie erop gegeven. Namelijk, je moet wel je echte verhaal willen vertellen. Dus geen verstoppertjes spelen. Niet van die obligate dingen vertellen. En wij hebben daar wel een duidelijke visie op. Anders heb ik geen verhaal te vertellen. Is gewoon klaar. En dan zie je toch dat ze dat spannend vinden. En als er een voetballer is die dus net wat meer zeg maar, ook te vertellen heeft of durft te vertellen, dan zou ik heel graag dat willen doen. Maar je zag ook, volgens mij was er een tweet van Persie toch van de week, van supporters, dankjewel dat je in de kou hebt gestaan. Ja, maar dat is, kijk, ik vind Van Persie het ook helemaal niet slecht. En die zit dan, dit is een van de founding of launching clients geweest van op dit moment een van de grootste, zeg maar, voetbalmanagement, social media. Weet ik voor wat bureaus hoe je dat wil noemen. Ik vind dat Van Persie het helemaal niet zo slecht doet. Maar ik vind Van Persie is gewoon überhaupt een hele, zeg je dat, volwassen voetballer. Ja. Dus, en dat merk je meteen als iemand gewoon zijn eigen carrière serieus neemt, dan zul je zien dat hij zijn social media ook serieus neemt. Ja. En vanuit dat punt moet je komen. En soms kan je dan beter... ik heb ook heel veel geïnvesteerd in gewoon als ze nog heel jong zijn, want dan beginnen ze tenminste al goed. Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Ja. En dan laat je het even een paar jaar en op een gegeven moment worden ze wakker en dan denken ze, hey, ik sta ergens voor. Heb jij het idee dat LeBron het zelf doet? Nee. Niet. Nou ja, hij geeft wel leiding, maar hij zal niet... ik neem aan dat hij niet letterlijk elk... Nou, wel meer. Als je dat afzet tegen voetbal... Nou, dan wel meer. Dan heb je veel meer het idee dat je die gozer volgt. Ronk ook, hoor. Op dat niveau... Op Snapchat vorig jaar met de Olympische Spelen. Ja. Als je op dat niveau... weet je, dat is natuurlijk een miljard keer, zeg maar, de beste speler in de Eredivisie. LeBron James is gewoon de beste van de wereld. Misschien de ene beste. Ja, tuurlijk. En...
Maar hij spreekt zich ook uit, weet je. Hij staat ergens voor. In die hele Black Lives Matter discussie. Ja. Als er weer dingen met Trump gebeuren. Hij durft gewoon wat te zeggen. Wel op het niveau dat hij weet dat hij support houdt van de meeste mensen die achter ik hem staan. Ik denk wel dat hij overleggen. Hij heeft dat denk ik wel een... hij houdt heel veel in eigen hand altijd natuurlijk. De enige waar ik dat ook had met een voetballer die ik heel als Anwar El Ghazi. Weet je nog wat de verkiezingen? Ja, met GroenLinks. Ja, dat hij opeens zegt Jesse Klaver. Ja, maar dat is toch ook wel prima. En dat valt dan ook niemand over. Als het maar gewoon het idee is dat het zijn mening is. En dat hij erachter staat. Maar daar gaat het over. En dat is er nu zo uitgetimmerd door al die mediatrainingen en al die laffe managers die het allemaal maar proberen. En de, hoe heet het, de persmanagers van de clubs. Je mag ook zo weinig. En ik geloof dat daar wel weer verandering in gaat komen. Want het wordt allemaal eenheidsworst. En er is gewoon een overkill aan alles, ook aan voetbal en ook aan sport en ook aan voetballers. Dus je gaat, let maar op, er gaan weer mensen komen die zich willen onderscheiden. Die anders willen zijn. En dan wordt dit weer interessant. Jij belde heel erg van Mandy, toch? Wanneer was het? Berg. Niet van de Berg. van City. Die was die begon natuurlijk fantastisch. Want was met wie was die verwisseld ook weer? Maar er was inderdaad op een gegeven moment werd toch duidelijk dat hij het niet helemaal zelf was. Want maar er was dus iemand die zijn account deed ook iemand anders account. Voor mij was het uit dezelfde hoek inderdaad. Ja. Dat was gewoon zo'n Engels social media bureau die dan de twee had gewisseld. En ineens een tweet van heel iemand anders. Ik weet het niet meer, maar ik weet wel dat hij zeg maar bij City een fantastische start had qua social media. En dat City toen zoiets had van, doe maar even rustig. Maar gisteren toch weer, Jordi? Nee, dat was ook wel zo. Mondjesmaat komt het ook wel weer terug. Ook omdat ik denk dat zo'n City misschien dan na een tijd denkt van, ja... Waarom zitten we dit eigenlijk in de weg? Iedereen lacht. Batshuayi is ook zo iemand. Die heeft volgens mij de meest recente domper van Chelsea gelive tweet. Dat was ontzettend grappig om te doen. Ja, dat is gewoon... Maar wie zou het dan in Nederland moeten? We hebben het net gehad over weet je, iemand die een uitgesproken persoonlijkheid is. Klaasje Huntelaar noemde jij laatst als voorbeeld. Die een foto van allemaal vallende PEC-spelers tweeten met... Ja, maar die zich ook breder uitspreekt dan alleen voetbal. Want dat zou dus heel interessant... Klaasje Huntelaar denk ik ook wel kunnen, volgens mij. Die zou dat wel kunnen, denk ik. Nou ja, niet met je Rutjes, maar Rutjes is verschrikkelijk. Rutjes is doe eens normaal, man. Wat? Is toch niet verschrikkelijk? Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat nep. Nee, het is niet nep. Het is 100% nep. Het lijkt me leuk als Nathan Rutjes ook gewoon een keer boos is. Wij werken heel veel voor Chueni Martina. En iedereen denkt altijd van, die zet een dingetje op. Maar het is gewoon niet zo. Hij is gewoon wie hij is. En dat is ongeveer zijn levensmotto zelfs. En dat is... Maar Chueni geloof ik ook wel. Waarom dan? Waarom ik Chueni wel geloof? Ja, ik weet omdat je voetbalt en omdat... Nathan Rutjes is 15 jaar lang een hele anonieme voetballer geweest. En die was bijna klaar met zijn carrière. En die denkt van, nou, zometeen stop ik. Niemand heeft geen idee wie Nathan Rutjes is. Toen ging hij dat proberen. Werkt als een trein. En dat is vastgegaan. Waar was die positieve jongen al die jaren daarvoor dan? Die bestond niet. Dat weet ik niet. Nee, dat weet niemand. Omdat het zomaar op een gegeven moment heeft iemand gezegd, probeer dat eens. Ik geloof hem niet. Oké. Okay. Want als je op, hij is ook nog een bijtertje op het veld. Geloof je Guus Stil? Guus Stil wel, 100%. Alleen moet Guus een beetje opletten. Bij ons is gebleken dat het een leuke jongen is. En dan weet in ieder geval heel Nederland je te vinden. En je krijgt binnenkort heel snel... Mensen moeten niet meer leuk doen bij ons. Maar Guus Stil overkill. Nou ja, dat is precies wat... Maar dit is nou... Wat Jordi nu zegt, maar is precies dus wat er gebeurd is. Je valt ergens op als voetballer... en dan moeten er zes kanalen van Fox moeten er gevuld worden. Ziggo moet nog even wat doen. NOS moet nog even wat. En dan met alle respect ook. Hè, alle partijen die op internet nog dingen doen, willen wat. En dan ineens... Zijn er 100 die het zelf doen. Want er is gewoon zo weinig aanbod. Ja. Er is zo weinig onderscheid. Ze zijn allemaal precies hetzelfde. En daar, als zou je daar maar iets in doen, zou je dat gewoon als missie nemen. Als players manager zeggen van, joh, we gaan nu gewoon zorgen dat onze mensen zich... die jongens die bij mij, en ook die meiden trouwens, maar die hebben het veel minder moeite mee. Ja. Meer zichzelf zijn. We gaan ze proberen gewoon weer de ruimte te geven om in ieder geval waar ze voor staan. Al is het maar waar ze vandaan komen, wat meer support te geven. Weet je, elke Amerikaanse basketballer of voetbalplayer heeft een foundation om heel vaak de achterbuurt waar ze uit vandaan komen verder te helpen. Weet je, dus dat denken van ik wil ook wat teruggeven. Ja, je hebt er in Nederland heb je er geloof ik 4 nu.
Met Van der Sar en Van Bronckhorst en Kuyt en Van Nistelrooy, die dan proberen iets te doen. Ik denk, waar, dat kan toch ook meer? Er is toch gewoon, verbind je naam nou eens aan iets goeds en duw gewoon de goede kant uit. En laat zien dat dat voetbal wat jou zoveel gebracht hebt, dat jij dat ook voor anderen weer terug kan doen. Ik vind het wel grappig dat je gewoon meer emotie hebt bij Nathan Rutjes dan bij de prestaties van Ajax op dit moment. Ik kan echt boos worden om Nathan Rutjes. Ja. Maar er zegt toch iemand dat Rutjes voorheen nooit op tv kwam, kon hij toch niets aan doen? Ja, hoezo kwam je niet uit? Het is gewoon een Eredivisie voetballer. Hoezo kwam je nooit op tv? Dat is toch hetzelfde hoe het nu met Guus Stil is gegaan? Nee, dat is niet hetzelfde. Ja, maar kijk, Jacques Polak. Begonnen. Nee, mooi, maar ik bedoel meer, zeg maar, als ja, en niemand... En weer. Hetzelfde met die... Je kan op een gegeven moment op het middenveld kun je drie man kiezen. Hè? Daar, Koop, Meijners, Mitchell of Til. En nu heeft Til een keer iets leuks gedaan. Ja, maar Jordi's punt is, Nathan Rutjes loopt nu misschien al 15 jaar rond. Nee, tuurlijk. Maar ja, vroeger was er ook veel minder aandacht daarvoor. Maar dat is het. Hij is toch van Jacques Polak's tijd? Jacques Polak, die was elke week... Was ja, maar waarom werd Jacques Polak? Omdat hij toch ook één keer is geroepen. En toen hebben ze hem toch weer voor het ding gedaan. Ja. Misschien hebben ze gewoon hem, met alle respect... Het is toch ook niet een hele goede voetbal? Het is niet vaak een aanleiding om hem voor de camera te zetten. Nee, maar met zijn... Nee, er was niet altijd even een aanleiding. Maar... Ja. Dit was direct opgevallen. Het zijn echt wel, ik denk wel, 50 interviews met hem voor dit maar Jordi, deze positieve goeroe. Jordi, kan je niet gewoon een special maken, Nathan Rutjes exposed? Dat je ja, wel. Echt, ja. Ja, gewoon bij hem in de tuin gaan liggen, dat je thuis een vrouw afranselt. Ho, Jordi. We hebben ook jonge kijkers. Jordi. Ja, afranselen in het slaan. Nee, even rustig. Wat? Nee, dat vind je ook goed. Nog steeds. Oh, hey, dat... Jordi. Oh, oké. Okay. Zeg even sorry tegen de jonge kijkers. Maar Maak, ga er even werk van maken. Waarvan? Nou, na de Rutjes Exposed. Nu wil ik het weten ook. Dat je oud-ploeggenoten van hem op gaat zoeken. Ja, gewoon hele, alle oude interviews uit 2002 afkijken. Een anti-documentaire met allemaal mensen die heel boos over hem zijn. Je hebt toch wel een keer een Exposed-vlog gedaan? Ik vind het een heel leuk idee. Heb je niet een keer een Exposed-vlog gedaan? Kun je niet gewoon een keer uitnodigen in de uitzending? Is dat niet veel makkelijker? Nou, Neil wil met hem podcasten. Ja. Juist gewoon, voor mij is het gewoon echt een ik leuke denk gozer. Dat hij meteen ja zegt, want zo, ja. Hij heeft een management. Ja, nee, dus naast de club heeft hij een management. We zijn ermee bezig, je moet er niet te veel over kwijt, want dan gaat het management weer moeilijk doen. Dat je dit zijn natuurlijk vertrouwen. Nee, want hij heeft toch geen cent te makken, of wel? Nee, hij had twee podcasts geluisterd, maar hij vond het zelf superleuk. Maar het management moet het nou gaan bepalen. Hij vond het superleuk, ja. Wat vind je van voetbalclubs en de KNVB? Doen die het goed? Op social media? Nee, niet. Nou, ik vind... ik zeg direct nee, maar dat ben ik niet helemaal... Ik denk dat als je het vanuit... Nee, ik moet iets genuanceerder. Nee, hoef je niet. Nee, dat snap ik. Maar ik vind dat... het heeft allemaal eeuwen geduurd. Maar als je nu kijkt gewoon hoe... Bijvoorbeeld PSV, Ajax, Feyenoord, hoe ze... eigenlijk over al die kanalen heen hun boodschap er keurig doorheen duwen... dan doen ze dat best redelijk, vind ik. Voor hun ambities en wat ze ermee willen bereiken. Ze zullen er niet rijk van worden, maar het kost ze ook niet per se heel veel geld. En ze bereiken de mensen die nu bereikt moeten worden... en die niet meer via krantjes of het plaatselijke suffertje bereikt worden. Dus dat vind ik goed gedaan. Als het gaat over waar sta je voor als club, wat is nou je ziel en hoeveel ruimte geef je je spelers om zichzelf te zijn en om ze op een platform te zetten, dan vind ik dat ze ernstig tekort schieten. Dan is het allemaal van die mini-formatjes waar je eigenlijk helemaal niks in kan. En waar ik denk, geef ze nog 1 of 2 trainingen per jaar erbij, die jongens. Maak gewoon goede deals met management en zeg gewoon, geef ze de ruimte om te groeien. En als je daar, de technologie is je vriend in deze tijd. Als je gewoon zorgt dat je de communicatie van die spelers die bij jou onder contract staat, deels of grotendeels terughaalt naar je eigen clubplatform, dan kan je ze toch alle ruimte geven. En dat vind ik gewoon heel jammer. Er ligt zoveel, er zijn 20, 30 jongens per die alleen al het eerste elftal spelen, die, nou ja, als er 10, 20 goede tussen zitten, dan kan er per maand gewoon miljoenen extra aan pageviews en aan en dus aan aandacht voor je club opleveren. En nu als Nicola Jurgensen iets tweet of iets Instagramt, ja, dat is hartstikke leuk voor Jurgensen. En dan zie ik zijn vriendin weer eens een keer. En dat is ook geen straf. Dat is ook leuk voor de rest. Ja, precies. Dus maar voor de rest, voor Feyenoord doet het helemaal niks. Ja, hij heeft dat shirt aan. Dus als je een beetje geluk hebt, zie je net de kuur van Curren staan. Maar dan ben je alles kwijt. Maar dat is wel. Want jij geeft altijd als voorbeeld, als er één ploeg wereldwijd het goed doet op social media, is Bayern München. Nou ja, ook in ieder geval, zij weten heel vaak te verrassen. Maar doen als zij je zeg maar kijkt naar de doeleinden om te scoren, doen zij het in cijfers. Maar betrekken zij vaak spelers en dat soort dingen?
Jawel, ze kiezen wel uit. Vooral is dat meer het tv, het clubkanaal. En ja, daar hebben ze natuurlijk wel. Ja, die gasten zijn net wat relaxer, ze zijn net wat betere, grotere sterren. Lewandowski, zoals Müller, is goed op beeld. Het is een heel rare gozer. Alaba, Ribéry, die bromance wordt helemaal uitgemolken. Dus ja, dat is prima. Alleen, ja, je ziet wel dat zij gewoon... zolang je het niet volgt, zeg maar, dan krijg je de hoogtepunten. En denk je van, oh, wat doen ze dat ontzettend leuk. Maar als je er iets meer op gaat letten, dan is het echt wel totale overkill. Van je hele dag alleen maar scheidlollig willen zijn met een grappig gifje. Ja. Of de interactie aanzoeken met een tegenstander. Ja, dat is één keer leuk. Maar... Precies, maar dat is, ben ik helemaal eens, Jordi, dat je nu dus zegt van... Het is bijna een soort gimmick geworden om grappig te zijn tegen elkaar. En dat is gewoon twee social media managers... die graag bij de beste social media terecht willen komen... of tot Buzzfeed willen halen. Ik denk, wordt dat nou de goal van waarvoor jij daar zit? Ja. Nee, toch? Ik denk echt, je wil het verhaal van die club vertellen... en van die spelers. That's it. Ik denk overal, maar ik weet niet of je daar met me eens bent... dat overal gewoon niet alleen voetbal... maar ook politici hebben last van, ook mensen van tv. Er is gewoon... Je hebt tegenwoordig een hoop lef nodig om... met iets authentieks te komen, omdat je al snel afgebrand wordt... in een ophef terechtkomt die natuurlijk volledig virtueel eigenlijk niet bestaat. Nee. Maar, en ik denk dat het pas gaat komen zodra je een paar successtories hebt. Ja. Maar het vervelende is dat mensen dan weer de successtories na willen doen. Ja, zoals je zegt, want dan willen ze voor de bus, hoe heet het, de Buzzfeed... en voor de social media van de week kanaal, dan doen ze het daarvoor. En niet om dat authentieke verhaal te vertellen. Ja. Ik ben het helemaal met je eens wat je nu zegt. Die drive om gewoon mij een soort van te nivelleren met z'n allen. Het is alles klit naar het midden. En voetbal is daar van alle sporten nog ongeveer de ergste van. Ja, maar wij hebben heel veel in het hockey gedaan. En we moeten gewoon voor de gein, moet je ze zondagochtend moet je gewoon. Je moet even al die meiden die ergens in de hoofdklasse hockeyen volgen op Instagram. En dan gewoon zondagochtend rond 1:50 moet je die aanzetten. En dan zie je gewoon in één keer zo 40, 50 dezelfde foto's, min of meer op het veld. Van meisjes in dezelfde outfit. Game day, match day, weet ik veel wat. En dan zes punten weekend, weet ik veel wat. En dan denk ik, jongens, weet je, dat is... Partij achter of zo? Nee, dat is gewoon, dat is puur... Kopie. Ja, angst om anders te zijn dan de rest. Ja. Weet je, we hebben gewerkt voor een aantal van die hockeysters. En altijd aan het begin, als ze bij ons komen, dan komen ze echt van... Ja, ik wil mezelf zijn, ik wil... En of door de bond, of door de coach, of door de collega's in het veld... of door de clubcoach, of door de sponsors. Ze worden allemaal weer keurig in het vakje geduwd ook, en doen allemaal maar hetzelfde. En ook het sentiment in de media en misschien zelfs wel van de supporters. Want als ik noem maar wat, Vilena... natuurlijk op donderdag of vrijdag een foto plaatst van ik ben in de club. Of, dat is misschien wat te stereotyp, maar... Ja. Weet je, op de club bedoel je? Hij is met andere dingen bezig dan met voetbal. Weet je, al doet hij op vrijdag iets wat gewoon heel goed is, maar niet met voetbal te maken heeft. En tuurlijk, op zaterdag verliezen ze. Ja. Maar dit is iedereen, ja, maar kijk, gisteren stond je een beetje voor een klas stond je dingen te vertellen. Ja. Waarom was je niet met voetbal bezig? Ja, maar dit is precies het punt natuurlijk. En totdat je... die soort van bijna ziekeneurigheid of kleinzerigheid... Azijnzeikerij. Exact, eruit kan krijgen, dan gaat het ook... aan hebben, denk ik. Ja, maar dat is mooi. Ja, want dat is... Wij vergeet nooit meer de eerste keer dat Vito Wormgoor... Hij speelde natuurlijk nu in Noorwegen, maar hij speelde toen bij ADO. En wij zaten nog in die oude studio en deden voetballers... deden best wel een baak een biertje. Weet je, één biertje naar de uitzending of voor de uitzending. Dat ze... Dus ik zeg tegen Vito, wil je... Hij zo, maar ik ben toch een biertje aan het drinken? Wil je iets anders in uitzending? Ik zei, nee, een biertje toch? Ik zei, ja, oké. Okay. Hij zei, ja, ik weet het. Heel veel voetballers, als ze ergens zitten, doen ze niet. Maar wat is dat? Ze drinken overal bier. Staan overal in de... weet je, en toen dacht ik eigenlijk... Ja, het is natuurlijk ook vet raar. Dat je niet ergens gewoon één biertje mag drinken. Dat je dus altijd... Dus mensen verwachten dan van buitenaf... Iedereen die ook maar een beetje voetballers kent... weet dat ze de godsganse dag... We eisen dus van voetballers en misschien van topsporters in het algemeen... eisen we dus dat ze 24/7 topsporter zijn. Nou, dat eisen gewoon... wel, maar helaas is dat niet zo. Nee, maar het is een soort... Hoezo is dat helaas? Het is een soort van mensen...
Ja, maar ook gewoon een paar uur. Maar gewoon mensen! Het is gewoon een paar uur per dag dat je wat voor jezelf moet doen. Ja, ja, maar het, ik bedoel, het mooie van ik heb heel vaak over mythificatie. Weet je, die Tears Day, wij zijn ook, mijn bedrijf heet Tears Day, is ook vernoemd naar een oude Noorse god. En die oude goden, die maakten ook gewoon fout. Weet je, die gingen vreemd, of die werden wel eens in elkaar geslagen door een andere god. Of die verloren wel zijn arm, of weet ik veel wat. Ja, maar op een of andere manier mag dat niet meer, weet je. We willen gewoon niet meer... Er mag niks menselijks meer. Het zijn een soort van... Het zijn goden, maar dan niet zoals goden echt waren... die namelijk ook gewoon fouten maakten. En dat ja, dat is niet goed. Een heftruckchauffeur of een vrachtwagenchauffeur... of iemand die in het management zit in een bedrijf... of maakt niet uit welke baan je hebt... vindt iedereen het oké als je in het weekend of 's avonds in je eigen tijd wat anders doet. Ja. Maar van topsporters wordt verwacht dat ze 's ochtends op de training zijn, dat ze 's middags mental coaching doen. Je kan niet eens 5 uur in de dag trainen, weet je. Ik bedoel, dat houdt gewoon op een keer. Komt dus je hebt nog 19 uur over. De kasbouw in? Ja. Of is dat de kasbouw, grote jongens van de kasbouw, ja, die kunnen niet meer... Nee, de grote jongens van de kasbouw verwachten ook gewoon 100% kasbouw. Je wil niet dat ze dan 's ochtends ineens een foto plaatsen. Nee, maar is het wel een stuk makkelijk om, zeg maar, vanuit marketing, social media, om origineel te blijven, omdat het natuurlijk... Ja, maar ook daar, maar ook dat is conservatief. Kijk, alles, zodra het om geld gaat, wordt het conservatief. Ja. Omdat we bang zijn om het geld te verliezen. Dus of je nou inderdaad een tuinbouwbedrijf hebt... of een scholengemeenschap beheert, of een topsporter ben... je wil gewoon niet negatief opvallen, dus dan maar liever niet opvallen. En in het stramien blijven. Ja. Dus je kan met... maar dat zal elke marketeer beamen. Maakt niet uit in welke sector je werkt. Nee, het is nog niet wereld. Maar in andere gevallen zijn sport of... noem het maar op, als het om marketing gaat wil je opvallen, maar nooit negatief. En als bedrijf vind je marketeers altijd eng, want die willen extra opvallen. En dat wil je niet als bedrijf. Je wil veilig, maar wel... de aandacht. Okay. En ik denk dat voor topsporters ook geldt. Dus veel mensen, zodra het om hun eigen bedrijf, een eigen toko gaat, of het nou een topsport is met een brand of een club of de KNVB, worden conservatief. Conservatiever dan de marketeers. Ja. En conservatiever dan de mensen die hun social media kanalen volgen. Een niet-conservatief plan kwam deze week van Romelu Lukaku. Die zegt, waarom kunnen ze in de NBA een All-Star game doen en kunnen wij het in Premier League niet? Het zuiden tegen het noorden. Ja. Vond je ervan? Nou, dit is nu voor het eerst. Ik vond overigens de grappigste tweet was iemand die hem citeerde. Die zei, you won't be in it. Super lullig natuurlijk, maar wel waar. Wel waar. Nou, ik moet zeggen dat... maar daar ga ik het met Niels straks nog over hebben. Ja. Ik moet zeggen... Nou ja, ik schijn dat straks een podcast te gaan doen met jou. Oh, gaat dit... heb ik nu iets gepikt? Nee. Het gaat over de NBA, nee, voor Sport Amerika. Ik denk niet dat er heel veel overlap is tussen... Romelu. Ja, een All-Star game. Maar ik ben altijd voor innovatie in sport. En ik denk dat de NBA... bij de NBA, daar zijn ze ook iets transparanter in. Zijn ze altijd bezig met het vernieuwen van de sport. En heeft tot en met de hoogste baas... Er wordt een vraag over gesteld, die geeft er eerlijk antwoord over. Van, we zijn altijd op zoek om de sport beter te maken. Dus de nostalgie zit er gewoon wat minder in dan bij het voetbal. Maar een All-Star Weekend is ook, in de NBA, ik vind het hartstikke ook, maar er zit geen competitief element in. Dus nee. Het zou pas interessant worden als je een reden hebt dat die wedstrijd... Dat je alle noordelijke clubs een punt extra geeft als je dat weekend wint. Zoiets. Nou, ik noem wel. Wel heftig, nou, maar... De Major League Baseball heeft ook een All-Star wedstrijd. En in die wedstrijd spelen ze ook Oost tegen West dan. Ja. In Major League Baseball, net als in basketbal. En daar, de winnenpartij, de club uit het Westen in de finals... uiteindelijk ontmoet... Thuisvoordeel. Ja, echt thuisvoordeel. Oh, ja. Yeah. Dus je zou... Hoe ga je dat in het voetbal doen? Maar hoe ga dat is in het voetbal... Aangezien je dat niet hebt. Nee. Ja, wel thuisvoordeel, maar niet een constructie. Nee, er is geen finale apart van de competitie. Ja, ja. Nee. Maar ja, als je daar goed over nadenkt, moet er wel iets op zich, zijn. Als je op zich een punt voor alle clubs. Ik weet dat de Super League... Nou, als je dat wil, dan komt het er sowieso de eerste 50 jaar niet. Nee, dat is te hoog ingezet. Precies, ja. Nee. Maar de Super League is bezig anders met wordt een All-Star game, zeg maar. Nee, maar gewoon dat zij dat bijvoorbeeld tegen... Nee, dat wordt in mijn neus. Ga door. Ik vind het wel een grappig idee. Ja, ik wist niet dat ze ermee bezig waren. Maar stel dat je de beste 11 van de Jupiler League... en dan laat je ze een keer tegen Ajax spelen. Of zo. Nee, ze werden toen tegen het Surinaamse elftal spelen... en dat soort dingen voor een goed doel. Ja. En dat soort dingen. Gewoon dus de gekozen 11 van dingen tegen een... Kijk, tegen een Juventus of wat zien in... dat bedoel ik. In Amerika heb je de MLS All-Stars. En die spelen al steeds tegen Real Madrid, Juve en dat soort dingen. Ik denk niet dat dat een beetje bij de Jupiler League ook gaat gebeuren. Maar dan tegen een... Het bewijs is dat de MLS tegen Juve, Real en zo kan spelen. Maar als je betaalt, komen ze ook naar Den Bosch.
Ja. Hey, wat dacht je van een soort NCAA March Madness toernooi, waarbij we de 11 beste spelers van elke competitie in Europa laten we een knock-out toernooi doen van pak een beet een week, 2 weken. Dus de beste 11 van Engeland tegen, en die beginnen dan natuurlijk tegen de beste 11 van Nederland en de beste 11 van Spanje. Ja, maar dan moeten we wel het WK schrappen, want hoe ga je dat inpassen? Ik veel, daar gaat het niet om. Ja. Nee, maar dit zijn wel hele leuke ideeën. Het is wel leuker dan de Nations League, tuurlijk, denk ik. Ja. Ja. Ja, March Madness is natuurlijk wel zo ontzettend powerhouse in de WK. Dat is jammer natuurlijk dat de hoofdrolspelers er niet voor betaald krijgen. Ja. Maar dat voor de mensen denken waar we het over, dat is college basketbal in Amerika. Ja. De finales. Nee, tuurlijk, maar een knockout toernooi is altijd leuk. Tuurlijk. Zeg maar naar de beker. Dat is ja, ze hebben in Engeland 3 bekers, dat is niet voor niks. Het is natuurlijk. Welke beker hebben we niet in Engeland? Hoe heet ze ook weer? De Carabao Cup. Trouwens, moet jij geen thee? Waarom? Voor zondag. Je baard halen. Je stem. Ben je al een beetje zenuwachtig? Oh, ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Nee, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Kijk, luister, als ze hadden gevraagd van wil je dit in je eentje doen, dan had ik misschien nog had je ook gewoon ja gezegd. Had ik zeker ja gezegd. Maar dan was ik nu wel zenuwachtig geweest. Maar ik zit met de ervaren dat als David Ent heb ik deze week. Vertel even wat je gaat doen. Ja, wat ga je doen? Wat ga je doen eigenlijk? Zaterdag om 8:45 Roma-Napoli. Het komt van co-commentaar voorzien. Samen met David Tent. En dan de dag daarna geef jij het hoofdcommentaar. Milan-Inter. En dan waarschijnlijk hebben ze David Tent al eruit gestuurd. En dan moet ik het alleen doen. Nee, maar ontzettend leuk. Willem Haak natuurlijk. Maar wat van een potje zo ook om mee te beginnen. Ja, ik denk dat Willem zich nog wel een keer achter zijn oren krabt over welk weekend hij vrijneemt. Nou, hij zit in het stadion. Ja, maar dat is wel even heftig voor een beginnetje. Oké, maar waar kan ik dit zien? Dit kan je zien. Heel veel mensen zijn ervan overtuigd, maar dat weet ik niet zeker, dat ze het op Eurosport 2 kunnen zien op tv. Maar met de Eurosport Player. Oh, kijk aan. Waar je op kan abonneren, waar het euro maar 99 cent kost. Nee, die actie is niet meer van mij. Jawel man, staat gewoon bij het aanmelden. Nee, dat was tijdens de spelen. Ja, maar dat weet ik niet meer. Oh, oké. Okay. 99 cent. Nee, dat is geen geld voor 2 keer hilariteit. Jordi, twee keer naar Jordi luisteren. Ja. Ja. Maar wat wordt je go-to, zeg maar, spreuk? Hilversum, hoort u mij? Nee, ja, mijn go-to, als het goed is, ik hoop geen stopwoord meer. Ik weet nog, in de allereerste uitzending bij jou heb ik absoluut, heb ik 24 keer in die zonne. Zei iemand wat? Dat zei ik, ja, absoluut. Kan je die anekdote ook vertellen over de allereerste keer dat je de gast was? Welke? Ja, dat weet je wel, dat weet ik zelfs. Vertel jij hem dan. Moest ik nog geboren worden? Geef één woord waardoor ik kan weten welke precies het is. Live, vraagteken. De eerste keer heb ik gevraagd of het overnieuw mocht en dat mocht. En mijn tweede uitzending, al aan het opnemen, hè? Ja, maar de tweede uitzending, toen vroeg ik het opnieuw en toen mocht het niet opnieuw. Maar die is niet helemaal meer terug te vinden. Ergens online. Op het internet. Nee. Joris heeft me gespaard, volgens mij heeft hij een stukje geknipt. Maar dat. Nee, dat was. Dat vind ik wel leuk. Want ik zat met Jeroen Elshoff. Ja. En Niel had tegen mij gezegd van. Mijn eerste vraag naar jou gaat over. De wintertijd in Turkije. Nee, helemaal niet. Maar dat ging over de spelen. Dus ik zit in mijn hoofd met die spelen. En Jeroen Elst was één lang verhaal aan het houden. En die eindigt met Atjabar, vraagteken. Ik denk, Atjabar, vraagteken. Ik zit nu al 10 minuten in iets anders voorbereid in mijn hoofd. Ik kwam er niet uit. Zat ik de camera in te kijken. Ik zei, nee, jongens, mag dat opnieuw? Nee. Ja. Moet je kijken, wat zeg je? We waren toen niet live, nee, dus dat was de redding. We zenden het toen uit. Oké. Maar is het een jongensboek wat uitkomt? Jongensdroom? Boek? Kan ook uitkomen trouwens. Is het een droom die uitkomt? Ja. Ik moet, nee, eerlijk gezegd nee. Het is alleen. Ze bleven maar bellen, hè, Eurosport. Ja, nou... Nee, absoluut niet. Dus ik ga er blanco in. Ik had nooit de ambitie. En het lijkt me ontzettend leuk. En misschien kom ik hier wel nooit meer terug. Nou, voor de niet, voor salaris, niet voor het salaris bij Eurosport, hè? Buitenland? Jezus, daar ook al niet. Hé, hey, hallo. Hey, misschien kan je nog advies vragen, hè? Waarover? Hoe komt het daar? Tarief. Nou, ook. Dat ook. Maar ook over commentaar. Heb je commentaar gegeven? 10 jaar lang. Waar? Bij de sport. Oh ja, dat hoorde ik in Serie A. Ja, precies. Altijd Serie A, ja. Ja, dat was iets absolute anders. Ze waren ook wel eens in Italië. Is er één absoluut wat echt niet mag? Echt. Nou ja, wat bij Eurosport, maakt niet uit wat je commentarieert, maar universeel.
geldt überhaupt bij commentaar, bij Eurosport zijn ze natuurlijk gewend om alles samen te knippen. En dat betekent dus dat ze heel veel cue points ingooien. En die cue points, die moet je echt waarderen. Die moet je respecteren. Want anders dan word je dus, zijn genadeloos. Dan knippen ze gewoon dwars door je zin heen. En dan komt er dus reclame. En dan zie je reclame, weet je wel. Dus, dat is, dus die cue points respecteren is wel belangrijk. Zie je die aankomen dan? En dat zeggen ze dus. Cue point in 5, 4, 3, 2, 1. En dan... Je weet dat je Jordi nu... Jordi denkt echt, oh mijn god. En dan moet je dus niet Atjebar net horen. Want dan... Ja. Ja. Nee, maar ja, David. Is, Wat wordt jouw rol? Goeie vraag. Wilde ik ook dacht dus ook, ik ga wel play-by-play of caller? Caller? Ja, dat ja, je moet even uitleggen. Ja, play-by-play is dat je letterlijk zegt, die heeft de bal, hij schiet hem nu naar die. En caller is van, nou, maar ja, wat mij, ik kan vertellen over mij, die is dat hij gisteren... Wat ik er een beetje uit ophaalde, is dat ze het überhaupt een beetje anders willen. Dus dat hele dat play-by-play moet überhaupt wel gebeuren. En dat ligt, die verantwoordelijkheid ligt bij David. Maar ja, er moet een beetje nieuw, oud interactie tussen ons twee. En ik denk, hij is natuurlijk heel uitgesproken voor Inter. En ik kan wel een flutreden verzinnen waarvoor ik voor Milan ben. Dus ik denk dat dat voor de zondag ontzettend leuk zal zijn. Berlusconi nog wel een goede reden. Ja, daarom. En ja, in de actualiteit, ik doe natuurlijk elke week met Jean-Paul FC Buitenland. Dus daar zijn we ontzettend goed van op de hoogte. En David is een encyclopedie. Dus ik denk dat dat het een beetje de afwisseling zal zijn. Dat hij een mooi historisch verhaal vertelt aan de mensen. En waar ik kan aanvullen wat actueel ze vertel. Over wel, de, het is ook een spel volgen, neem ik aan. Nee, het wordt meer een hoorspel, denk ik. Nee, daar maak ik me echt zorgen om. Omdat ik zat gisteren zeker een kwartier met David aan de telefoon. Ik denk, ja, dit gaat heel makkelijk. Maar het moet ook niet zo zijn dat wij gewoon aan het praten zijn. Nee, maar dat is niemand strijd. Het staat 2-1. Bij commentaar geven, en bij voetbal is dat wel anders dan bij veel wintersport. Bij commentaar geven is niet zeggen is ook wel belangrijk. Hè? Mensen even rust aan hun oren geven. Ja, even, international sound, hoe noemen ze dat? Oh, er gebeurt nog wat in het stadion, ja. Weet je wel. Dat is wel fijn. Ik ben dus, ja, daar ben ik heel benieuwd, want dat vind ik zelf inderdaad heel prettig. Want het ratelt vaak maar door en ik ben heel kritisch mee. Ik heb ook alle commentatoren die de afgelopen jaren van kritiek heb voorzien uitgenodigd om te kijken, want het is een mooie payback kans voor ze. Zo ben ik dan ook alweer. Maar ik ben inderdaad benieuwd of je dat dan durft om die stilte te laten vallen. Ja, dat is ook heel lastig, maar dat word je wel... Sowieso in het leven is dat best lastig. Ja. Maar voor wie ben je het meest bang die met payback komt? Nee, eigenlijk niemand. Maar er zijn gewoon wel een aantal die ik hoog heb zitten. Ik hoop, ik zal die ook wel een tape toesturen. Dan ben ik natuurlijk wel bang voor de kritieken, maar... Ja, Esje. Ja, als iemand die niet gek op mij is gaat lopen zeggen dat het helemaal drie keer kut is, ja. Maar van wie hoop je dat die denkt, oh, als die maar niet zegt dat ik echt heel slecht ben? Ik hoop dat er een heleboel angstig worden voor hun eigen baan. Dat hoop ik echt. Zoals wie? Nee, ik vind gewoon dat er een aantal... Kijk, je hebt bij de grote zenders heb je natuurlijk vaste commentatoren die hun werk serieus nemen en dat goed voorbereiden. En je hebt een heleboel mensen die gewoon van hot naar her en alles becommentariëren en het niet zo serieus nemen. En dat vind ik niet het prettigste om naar te luisteren. En ik vind het wel gewaar. Ik vind het sowieso ik zal maar ik zweren dat ik geen woordgrapjes maak. Woordgrapjes kan niet, ik ga mensen. Echt kapot als die voor de grappen wordt gemaakt. Nee. Per ongeluk. Ja, maar ik vind dat toch, want het Nederlanders. Nou, dat zal vast niet het enige land ter wereld zijn waar het niet is. Maar je hebt natuurlijk alle grote landen waar duo commentaar is. En in Nederland is het voor mij wel een keer geprobeerd met, voor mij nog Kieft een keer. Nou, Kieft bij Ziggo doen ze het wel eens. Ziggo doen ze het nog steeds. Maar de Eredivisie hebben ze het ook wel eens geprobeerd met Brugging. Frank Lammers, je hebt fancommentaar gehad. Nee, maar echt gewoon, je hebt Brugging een keer gehad die het serieus met Schildkamp heeft gedaan. Echt? Ja, gewoon hebben ze getest, echt 4-5 jaar geleden. Maar dat hebben ze... Dus ik vind het heel tof. Ik vind het heel fijn altijd luisteren. Nou, jij luistert en kijkt veel NBA. Drie ik, hebben ze daar tegenwoordig. Ja, ik, met NFL, wat ik heel tof vind. Gewoon dat je iemand hebt die... Gewoon zegt wat er gebeurt. En iemand die de expertise vertelt, hè, waar we op moeten gaan letten. En... Dus Jordi is voor die expertise. Ja, en dat is ook wel een beetje in jouw verhaal. Dat vind ik dan natuurlijk wel lastig. Want ik vind dat je wel een... Kijk, als ik afgelopen seizoen bij de NFL... Er zegt iemand, Jordi zelfverzekerd, die zien we van de zomer bij de NOS. Maar afgelopen seizoen, volgens mij was dat Romo, die zoveel complimenten kreeg. Dat is gewoon iemand die je serieus neemt qua carrière en die daadwerkelijk heel goed is ingevoerd. Ik denk dat als mensen het leuk vinden, echt gewoon puur als liefhebber, dat ik wat kan toevoegen. Maar ik zal niet... De eerste commentator heeft zich al gemeld. Wie dat? Robert Rijmering.
Hey Robert, mijn ex-collega. Oh. Frank Wielaert. Frank Wielaert, oh ja. Frank Wielaert zegt, wanneer Vef, ben best benieuwd. Af en toe mond houden en je kunt het. Zie je? Goeie tip, hè. Ja, maar mensen hadden het al gezegd over dat Gijsbrecht een goede tip had gegeven. Gewoon 90 minuten niks zeggen. Ja. Goeie commentator. Beste die ik ooit gehoord heb. Ja. Rijsma was daar meester in. En niks zeg maar af en toe een stil te laat vallen. Hens. Scheids. Hens. Ja. Nee, ja, dit, nee, ik wil graag meemaken. Ja. Heel mooi. Met wie zou je een keer een co-commentaar willen geven bij Fener Gala? Ja, als dat voor het Nederlands is, dan... Ja, het is voor ons best wel relaxed als je nu iemand noemt. Nee, daarom. Nee, daarom. Maar dan lijkt mij echt een droom. Dat komt er redelijk aan. Maar ja, de Turkije had nog altijd moeilijk met iets te hoog inzetten qua hun rechten verkopen. Maar als je dat zou kunnen doen met Pierre, ik en een fatsoenlijke commentator... En dan de Gala Fener vanuit dat perspectief lijkt me heel tof. Ja? Ja. En dan zitten wij alleen maar gewoon voor de background. Hoe ver ga je dan in je emotie? Maar dat maakt het ook leuk, toch? Ja. Ik denk, als je me dit 2 jaar geleden had gevraagd... Toen heb je die vlag verbrand, toch? Nee, helemaal niet. Maar dan had ik dat nog heel erg moeilijk gevonden. En Gala weet me nog als van alle clubs het meet... te raken, maar ik denk wel, als het nu voor een serieus platform zou zijn... Kijk, als we dit bij ons gaan maken, dan wordt het puinhoop, maar... Ja. Maar jij zegt Pierre, maar Pierre heeft toch niet zoveel met Fener? Ja, hij heeft er gespeeld natuurlijk, maar dat heeft hij dezelfde passie en liefde wat jij hebt voor Gala? Ik denk van de Nederlanders die bij Fener hebben gespeeld, misschien wel het meeste en ook nog de meeste waardering. Nou ja, voor Persie hoef je echt niet te proberen op dit moment, dat is nog iets te kort. Kuyt hebben ze natuurlijk wel waardering voor, maar ja, Kuyt, al zijn clubs waren mooi en al zijn clubs moest hij terug om af te sluiten. En al zijn clubs gaat hij nog een keer heen. Dus dat, voor de rest hebben ze het niet zo heel veel gehad, denk ik. Nee, toch? Nee, maar hij is wel echt, hij is daar gekomen, succes gegeven natuurlijk. Hij ging weg bij Feyenoord toen na het grote succes en had daar een beetje zijn, wat noem je dat? Herfst van zijn herfstcarrière. Ja. Dat pakte hij nog wel. Ze zijn wel mooie potjes dit weekend, hè? Ook in Engeland. Ja, eigenlijk, elke keer als ik dat zeg in Engeland... Dan denk ik ook, ja, wat boeit het eigenlijk? Ja, toch City-Chelsea dit weekend? Oeh. Ja, het is goed kunnen, maar er zit geen maat op City dit moment. Ja, City-Chelsea, zondag 5 uur. Een van jullie gisteren toevallig. En je hebt Barça-Atleti? Ja, die is wel heel belangrijk. Ja. Jij gelooft echt dat ze het gaan doen, hè? Nou... Of Atleti? Geloof, een stukje hoop. Atleti is wel in goede vorm en Barça totaal niet. Ik ben alleen bang, een stukje voorbedachte raden. Gisteren natuurlijk zat Barcelona ontzettend tegen met de arbitrage. Ja. Dus dat zou een goede reden zijn om het zondag absoluut niet tegen te laten zitten met de arbitrage. Maar wel echt weer zo'n tijd ook, hè? Hoe laat spelen ze? 4:15. 'S middags. Uiteraard. Wel ideaal voor ons. Ja. Hebben we net die 2:30 wedstrijd in de Eredivisie gehad? Dat is niet zo, nee. Ja, dat is toch vervelend? Moet je dan doen, nieuw zondag? Ja, wij zitten hier gewoon alle wedstrijden te kijken. Toch maar tijdje voor Milan Inter, s'avonds bij Eurosport. Ja, want als we gaan kijken naar het programma dit weekend in de Eredivisie, kijken zij zo snel, Yannick. Ongelooflijk. Ja, vanavond de slechtste tegen de één na slechtste verdediging. Ja? Ja, dat stond er. Ja. Heel goed. Ja. Het is jammer dat dit programma zo lang duurt, anders waren we heen gegaan, toch? Zo, absoluut. Gewoon eventjes. Wil je daar nog? Ja, ik zie jou. Nog wel een interessant punt. Ik zag jou vandaag een retweet doen. Ik hou jouw hele social media in de gaten. Allemaal? Jij deed iemand retweeten die meneer die Rode JC wil investeren, tot Jiske vet betitelde. Nee. Of ging het om... Dat filmpje. Ging het om... Christian Wielaert, een zeer gewaardeerde collega van Fox Sports, ging zoals je vroeger deed als je 4 was. En dat deed hij dan in dat deed die gozer. Nee, hij deed, want hij stapte dus uit die auto. In ieder geval, het kan zijn dat het aan de andere kant staat. Maar het was het begin van het item. Ja, het is sowieso een beetje gek natuurlijk om in een Lamborghini aan te komen en uit te stappen. En dan... Maar ja, ik weet niet. Ja, maar dan gaan we hem ook hier aan de mensen aan tafel laten zien. Ik vind de persoon heel kleurrijk. Ik weet niet of je het filmpje hebt gezien. Nee, die ga ik nu hier laten zien. Volledig. Kan je het laten zien? Tuurlijk. Ja, maar ik hoef het niet op beeld. Waarom niet? Want dan krijgen we weer... Echte Vef, je weg. Ga je nou toch hoe dat werkt? Ja, maar in een kader mag je alles laten zien, jongens. In een kader. Want hij stapt er dus uit. Oh, het is inderdaad wel een wagen, grote zeg, voorbeeld. Hey, ongelooflijk. Christian Wielaert, mijn groot voorbeeld nou, dat niet. Nee, ik dacht dat ik Wilfred Genee hoorde. Dat was ik zelf, Vef. Het is wel leuk voor het publiek. Voor het publiek, dat hij nu met z'n vieren. Dan kan ik hem wel even... Ja, zo kan hij ook wel. Mag dit wel? Ja, ik weet het niet, hoor, Nieuw. Geld.
Wat geld kostte dit? We hebben een goede jurist. Fuck Sport! Oh, die andere is glimmend. Daarachter. Zat er nog in? Ja, inderdaad. Lekker zilver. Zo. Dit zijn ze dus. De nieuwe auto's van de spelersgroep van Roda JC. Chris Kom, Art van Peppe. Opgelopen. Dit gaat er gebeuren. Dit is toch schitterend? Als die straks Roda overneemt. Of niet soms? Nou, moeten we beide weer nog de man blijven natuurlijk. De spelers die moeten natuurlijk ook presteren. Dit was gewoon de lead-in naar dit... Oké. Okay. Ja. Laten we eerst kijken wat mogelijk is en hoe wij de club gezond kunnen maken. Ik denk dat hij gezegd heeft, ik wil in ieder geval mijn auto's in dit item hebben. Dan doe ik het interview. Dit is zijn woning, hè? Nuchter? Een nuchter Limburger? Nou goed, het ging in ieder geval hierom. Ik snap het. Ja. Over Roda gesproken, maar, tegen Heracles. Maar nee, ik wil even nog even deze man. Want vorig jaar heeft hij natuurlijk bij... Mak. Heeft hij hele boze reacties bij de spelersgroep opgeroepen. Dat was de dag of twee dagen bij de laatste training voordat zij konden promoveren. Zij speelt tegen NEC, toch? Promoveerden ze, ja. Waaronder Cyriel Dessers vertelde. Hij kwam daar met zijn auto op het trainingscomplex. Voor waar die jongens afliepen en zo. En toen alle media natuurlijk op hem. En ze krijgen 130.000 euro als ze promoveren. En ik ben mijn hele leven al NAC supporter en dat soort dingen. Nou, volgens Cyriel, het geld is nooit echt geweest. Of het is niet naar de spelers gegaan en dat soort dingen. Had een goede inschatting van NAC. Maar die zit er nu. Die zit er nog in. Maar hij gaat meer over, hij kwam toen bij NAC, hij is bij Dordt geweest. Dat is mijn punt, want op zich, deze meneer, kleurrijk, flamboyant... gewoon Nederlands ondernemer, dus ook wel gewoon redelijk, ik denk, legaalste centjes verdienen. Waarom? Omdat hij Nederlands is de legaal centjes verdienen. Wat is dit nou weer? Alsof wij niet gewoon corrupt kunnen zijn. Ja, maar wat is het nou? Ja, niet zo goed. Je kunt het wel, maar niet zo goed. Nee, maar ik ben voor deze meneer als voorzitter. En ik snap, dan gaat hij nu heel verlegen doen. En zometeen zet hij die hele club totaal naar zijn hand. Doet hij alle pers en alles. Dat vind ik leuk. Ja, alleen... of hij denkt na anderhalf jaar de groeten en dan laat die club helemaal voor niks achter. Ja, maar veel dieper dan Roda kan je op dit moment niet zakken wat dat betreft qua financiën. Dus... dat maakt niet zo heel veel uit. Maar het gaat mij meer om dat feit dat je dan, weet je, bij die aanklopt. Dat is het enige minpuntje. Want ik zou het wel leuk vinden dat als hij zegt, ik ben mijn hele leven voor NAC en hij stapt in NAC. En nu... in de Roda. Ja, ze zijn wel zwart en geel. Dat zei ik gisteren ook. Als ze maar zwart en geel zijn, misschien wat vind jij ervan, Jan? Vitesse nog kans. Ja. Dortmund. Wat vind je ervan? Eigenaar uit Nederland. Is gewoon een luchtfietser. Vitesse, ja. Een luchtfietser. Jan noemt hem een luchtfietser. Waarom? Het is gewoon iemand die wil weer even aandacht en die komt weer even met een verhaal. Ik ga het nu weer in Roda doen en film even met twee Lamborghinis en mijn kast van huis. Maar dat je daar als Fox ook voor laat lenen. Ja, waarschijnlijk omdat hij in een feststadium is met Roda. Nou, en omdat ze gewoon altijd content nodig hebben. Breng het maar weer even op, hè? Ja. Goed, ja. Overigens, zou je openstaan om de nieuwe FIFA in te spreken met Evert ten Apel? Nee. Het is ook even. Nee, maar dat... kijk, uiteindelijk... Ik even serieus over... Nee, ja, maar... ik moet zeggen, zolang, als je dit hele avontuur... dan doe je steeds meer je principes opzij. Maar als er iemand uitgesproken voor Pro Evolution Voetbal is... dan ben ik dat. En dan ga niet FIFA doen. Okay, heel goed. Dus PES mag komen. PES mag komen, heel goed. Wie doet dat eigenlijk? Nee, we hebben geen Nederlands kampioen. Nee. Jim Beglin. Ja. Goed, morgen dan. Wel twee echt hele leuke potjes, denk ik, om 6:30. Zo, PSV Utrecht, Jean-Paul de Jong. 7 of 8 wedstrijden op rij ongeslagen? 8 hoor ik hier. Van de Utrecht hooligan. Van de Utrecht hooligan. En dan, en de Excelsior AZ. Twee ploegen, AZ natuurlijk, die... ja, echt een genot is om naar te kijken. En af en toe laat ze niet zien, maar vooral laat ze heel vaak zien. Echt willen voetballen en willen vooral op een hele leuke manier voetballen. Heb je het wel eens eerder lastig gehad bij Excelsior, toch? Dan moet je tegen je teamgenoot zeggen. Simon Trommer. Kon ooit kampioen worden met AZ. Ja. En toen liet ze het daar liggen. Maar inmiddels, op het veld, hè? De meest, AZ dan de meest aantrekkelijke ploeg om naar te kijken. En Excelsior... de meest overachieving ploeg. Imposant. Ze halen het meest uit het materiaal, denk ik. Meer dan personeel, toch? Dat doet toch ook wel? Of is het helemaal weggezet? Nee. Wie? Venlo. Maar... ja. Jij mag Venlo noemen.
VVV. Nee, dan Heerenveen. En we zien in de chat weer staan. Hoe lang blijft Strepper nog? Hoe lang blijft Strepper? Ja, dit seizoen. Ja? Volgens mij was er een daar wel duidelijk over. Er is nog, hij noemt 30-40% kans dat hij blijft. Dus dan gaat hij toch gewoon dit seizoen wel afmaken. Waarom zou je iemand een trainer voor, waarom zou je hem nu nog eruit gooien? Nou, als jij als doelstelling hebt de play-offs wil halen en jij denkt dat je met deze bepalen, toch? Nee, daarom. Maar als dat zeg maar als dat uit zicht raakt en jij denkt met deze spelersgroep moeten wij die play-offs, hebben wij een goede kans in die play-offs en dus Europees voetbal. Nou, maar vaak is het een teken voor om een trainer uit te gooien als de spelersgroep geen vertrouwen meer heeft en dat ze niet zeg maar uitvoeren wat hij zegt. Moeten we misschien met hele terugwerkende kracht een klein complimentje aan Gio geven? Oh, wat betreft. Nee, maar Jan kan het goed inschatten. Ik vind het lastig. Lucas Woudenberg valt me ontzettend tegen. Ja, goed punt, zeg. Maar. Dan snap ik nog steeds niet dat Nederland speelde. Ik zat te bedenken van, had Gio gelijk, maar dan kan je nog steeds niet met Nederland aankomen zetten. Hele Kuip wilde Woudenberg zien en iedereen zat... Maar Woudenberg is even lans voor niet zo goed wat ik dacht, maar hij is niet slechter dan Nederland nog steeds. Die wedstrijden die hij bij Feyenoord speelde, hoe deed hij toen? Goed. Dat deed hij goed. Maar daar moet hij toch op afgerekend worden als je speelt bij Feyenoord? Je hebt ook nog trainingen. Dat is een ingewikkelde wegen om vrienden te beschermen. Wie? Nee, je wordt altijd beschermd door. Nee man, ik ben alleen... ik maak me alleen zorgen over Lucas' kippen. Dat is het enige. Nu die in Heerenveen woont. Lucas had een hele kippenverzameling in Zwammerdam. Leuk. Prachtig. Ja, ik net nieuw. Als Dave Bulthuis wordt gehaald op jouw plek... Ja, dan weet je wel hoe laat het is. Ja. Nee eens, dat is helemaal eens. Heerenveen, Willem II. Nou... Hup, Willem II, Kruik, Zijkes. Ja, nou, die zullen allebei... dat zal, of het wordt een 6-6, maar ik gok dat het gewoon een moedeloze 0-0 wordt. En dan NAC, Feyenoord. Ik zie Feyenoord daar niet winnen. Dit is wat we vorige keer voor mij al met Sjoerd over hadden. Dit zijn van die wedstrijden dat voor NAC... Ja, dat blijft gewoon zo'n NAC-avondje. Avondje NAC. Ja, El Amali er waarschijnlijk niet bij. In ieder geval is nog een groot vraagteken. Van voor Feyenoord tel nu toch maar één wedstrijd. Ja, dat klinkt heel stom. Ze zullen niet de rest laten lopen. Je kan ook niet meer stoppen met voetballen. Dat bedoel ik ook niet. Maar, en het is nu nog te vroeg. Dat ben ik ook met jullie eens. Hè, want het is, wat leven we? 2 maart. Dus het is nog, 50 dagen voor de bekerfinale. Ja. Dus. Over slechte planning. In België zijn er 2 teams bijna klaar. Maar dat is elk jaar zo, hè? Ja, Cercle Brugge en Beerschot gaan nu play-off spelen voor promotie. En de return is 10 maart. En dan is hun seizoen zit erop. En de rest van het land voetbalt nog. Alleen die 2 zijn klaar. Dat is zo raar. Maar jullie denken Feyenoord wel winnen? Wat wel pijnlijk is. In de Kuip niet gewonnen van NAC, niet gewonnen van VVV. Op bezoek bij VVV ook niet gewonnen. Als ze nu winnen, hebben ze gewoon geen 1 keer van een promovendus gewonnen dit seizoen. Is dat de eerste keer, Jan? Nou, hou op dat je over de gaten dit weekend. Het zou leuk zijn als het een avondje NAC wordt. Gewoon voor de wedstrijd. Dan mag wie dan van beide wint, boeit me niet. Maar mag ik nog wat over NAC? Angelinho. Marcel Brands zat dit weekend bij tafel van Kees. Ging het erover? Over de schorsing van... Nee, dat gaat echt niet. Niet maar te halen. Die zou dan tussen de 10 en 15 miljoen zou het kunnen. Zouden ze hem kunnen halen? Dat zei Brands ook. Ja. Dat was ook wel een beetje bekend. Nou ja, PSV ongeveer 10 miljoen voor die Maxi Romero betaald, toch? Aanvaller. Ja. Die Angelinho is, vind ik, een fantastische voetballer. Ja. Is het dan echt van, oké, voor een aanvaller leggen we het wel niet, voor een verdediger niet? Nee, tuurlijk. Maar het is PSV koopt net zoals eigenlijk, hij is dan minder, maar Feyenoord ook. Is je koopt hem en zeker ook bijvoorbeeld een Jurgensen kijk je ook uiteindelijk voor... het is niet de bedoeling dat die transfervrij de deur uitloopt. Nee, en met een Angelinho, als je die tussen de 10 en 15 miljoen had, dan moet hij wel zo ontiegelijk goed zijn dat hij voor... Kijk naar Karsdorp, die voor 18 ongeveer verkocht is. Ja. Nou, als je hem dan stel je hebt hem 2 jaar in je selectie, dan ben je ongeveer zijn salaris kwijt. Dan maak je er geen winst op. Maar even het verschil tussen Karsdorp die... Hij komt gratis binnen, tuurlijk. Nee, maar ook dat Feyenoord kampioen werd. En als Feyenoord een jaar niet zo speelt, hij gaat nu door de voordeur. Hij heeft Feyenoord mede kampioen gemaakt door zo'n ijzersterk seizoen. Ja. Als PSV 2 seizoenen, en dat kan best bij een PSV 2 seizoenen op rij niet presteert... Ze hebben toen natuurlijk. Ik denk dat zij niet meer die gok gaan nemen die ze ooit met Depay of met Memphis en met Wijnaldum hebben gedaan. Door die allebei een miljoen of meer dan een miljoen te betalen met hun contract te verlengen. En dat ze 1 keer nog kampioen moesten worden en dan konden ze voor de maximale prijs. Ja, ik
ik denk niet meer dat ze dat soort risico gaan nemen. Ook geen, omdat ze ook... Ze hebben geen parkeerplaats meer, toch? Dat ook niet. Alles maar, verkocht. Maar ook meer ook dat ze natuurlijk afgelopen... Ze moesten nu ook weer verkopen. Ja. Ik denk dat ze steeds minder dat vinden. Er zijn wat complotmensen die zeggen dat ze op wankelen staan. Maar aan de andere kant, PSV doet altijd netjes die rapportjes open. En er is niks aan de hand, zeggen ze. Nee, maar ze moeten wel blijven verkopen. En dat is natuurlijk wel schrijnend als top 3 club. Kijk, ja. Feyenoord hoeft dat voor mij nu niet meer, toch? Nee, voor mij zijn dat, dat heeft Jan de Jong niet geroepen, toch? Ja, dus voor mij zit het wel weer netjes. Maar ja, het is, er komt daar natuurlijk zoveel aan op dit moment. Met Feyenoord City. Dat het allemaal sowieso andere discussies worden. Ja. Voor nooit meer iemand te verkopen. Feyenoord City. Miljarden wordt erop gezet. Maar goed. Dat is wel waar. De zondagwedstrijd, de halve 1 wedstrijd, PEC Zwolle tegen VVV. Een wekkertje. Echt een heerlijk wedstrijdje om naartoe te gaan. Ja. En dan 2:30 Sparta-ADO. Vitesse-Ajax, Feffi. Vitesse-Ajax, mooie wedstrijd. Gaat Ajax winnen? Misschien. Hoe gaat het achterin opgelost worden? Frenkie de Jong, nu in een lappenmand. Ja, Veldman of Weber. Ja, wat heeft je voorkeur? Mijn voorkeur heeft ten alle tijde niet Veldman. Nee. Maar het is dus de vraag is, Veldman centraal of rechts? Veldman centraal of rechts? Als hij moet spelen, dan rechts. Oké, okay, en dan speel je dus nog met steeds... De Ligt en Weber centraal. Ja. Oké, okay, heel goed. En dan, om het af te sluiten, FC Twente tegen FC Groningen. Ook... Wie gun jij hier meer de beste punten? Er gebeurt echt helemaal niks als ik hier zo kijk. Ja, kijk, ik blijf staan achter mijn ding dat Twente gaat degraderen. Dus dan wint Groningen? Daar ga ik voor juichen. Want dat zou zo... Even kijken, Sparta speelt tegen ADO. Nou, Sparta kan gewoon winnen van ADO. Dat is natuurlijk... Iedereen kan vinden. Maar het zou zomaar het weekend kunnen zijn dat FC Twente de grote verliezer wordt. Ja, maar wat dat betreft is het dat natuurlijk al een tijdje. Ja, maar ik bedoel, als Roda vanavond van Heracles wint en Sparta wint van ADO, ja, dan zit ze echt met een probleem. Ja. Nou, dan is maar het steeds... moet wel heel eerlijk zeggen, jij ook, als Groningen fanatic, hoe groot is de kans dat Groningen een uitwedstrijd wint dit seizoen? Ja. Met deze trainer, met deze puinhoop van de selectiegroep. Ja. Ja, nee, ik denk dat die kans niet zo groot is. Nee, dus dat is wat... Maar ja, Twente is wel heel... Alleen als ze beginnen, zeg maar, zoals bijvoorbeeld afgelopen week tegen Utrecht... en dat in de eerste helft dan met meer dan één doelpunt doen... Ja. Daar zie ik Groningen, die is niet sterk genoeg om te draaien. Nee, en Gert-Jan Verbeek, wat je ervan vindt... Fantastisch dat hij helemaal uit zijn plaat gaat... dat als zij de beker mochten winnen, dat ze dan geen Europees spelen... dat die vond hij een belachelijke straf. En dan met 4-0 eraf gaan. Ja. Mooi, toch? Laten we even kijken naar het totenkaartje. Ja, die heb ik ook ingevuld. Ik moest iets invullen. Oh, ik sta mijn... Ja, kijk. Uitstekend. Vef, je had geen zin? Het is logo van Amsterdam, hè. Logo van Amsterdam. Jongen. Nee, Monaco bedoel, kan serieus gelijkspel worden. Roda Heracles ook. En Porto Sporting ook. Die Geubels, gaat hij nou naar Monaco? Gaat hij naar Monaco? Ja, waarschijnlijk wel. Van Olympique Lyon. En die foto, Jean-Paul, die we van hem hebben gezien met zijn vader. Dat is er echt in de arena? Oké, okay. Mooi. Dank je. Dat zijn andere Geubels. Ja. Goed, Roda denk je gelijk? Ja. Mooi. Waarom denk je dat Heracles wint, Gijsrecht? Nou, ik... eigenlijk of het zelfs 1-3 had je doorgegeven. Ja, maar ik weet niet, was het 1-3? 1-3 volgens mij. Nee. Nee? Ja, ik kan nog wel opzoeken, maar het is zeker geen 1-3. 1-4. Ja, precies. 1-7. Nee, ik dacht... Kijk, gewoon een beetje gekeken naar hoe ze in de competitie staan. Roda heeft het gewoon heel lastig. Vind ik wel jammer. Ik heb een kerel die social media bij Roda doet. Die ken ik echt al 15 jaar. Dat is echt zo'n hele oude kerel. Ik weet ook niet meer hoe die het moet spinnen. Precies, maar ik kan gewoon niks er meer mee. Weet je, overal maar blij over zijn. Dus ik gun het. Ik moet zeggen, gun het Roda wel. Maar ik denk dat Heracles er gewoon beter voor staat. Dus dan maar Heracles, ja. En Porto, nog iets mee, speciaal? Nee, niet per se, maar het is wel... Dat is nou wel een topper die gewoon dit weekend gespeeld wordt. Dat is misschien wel een van de mooiste... Gewoon lekker op vrijdag, zonder weinig tegenbod, aanbod. En waar gewoon iets gebeurt ook. Mm-hmm. Echt, maar ja, en ik dacht, je Porto staat er net wat beter voor. Dus ik denk, die gaan wel het spelen thuis. En geen Bas Dost. Nee, dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel.
Overigens, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Oh, dat... we gaan het niet over kwitsen voorspellingen. Nee, hier zitten hele basketbalalgoritmes achter. Nee. Oké. Okay, nee. Ik wil iets anders aan. Ik wil iets anders. Moet hij dan invullen? Nee, ja. Ik wil iets aan Matthijs vragen. Waarom zit ik dan überhaupt hier? Wat vind je van het aankoopbeleid van Monaco de laatste paar jaar? Ja, beter. Kijk, je ziet al dat die selectie op alle fronten beter wordt. Ik denk ook als je kijkt naar de. Ja, je lacht erop, maar als je kijkt naar de vorm van Bordeaux nu. Monaco gaat een pakken. Een hele goede vorm. Wat zegt het over dat als je als club bijna onderaan bungelt en het contract met je trainer verlengt? Dat je een hoop vertrouwen hebt in je trainer, toch? En ja, Robert Molenaar bij Rode JC. Ja. De optie, voor mij dat is een optie, hè? En die hebben ze verlengd. Of gelicht, zoals dat heet. Nou, als jij het zegt, dan zal het zo zijn. Leuk, dat jullie ook... president, hoop ik. Nee, ja, ik vond volgens mij... Of het was gewoon een hele goede deal. Ze konden hem gewoon voor een lekker bedrag nog een jaartje vasthouden. Kees en Lars, die weten niet dat je op WhatsApp ook buiten een groep gewoon één op één met elkaar kan praten. Dus ik heb alles meegelezen over waarom het een goede en een slechte keuze was. Het lag een beetje in het midden. Op zich was begrip voor dat Roda en Molenaar dit doet. Aan de andere kant, ja, hij doet zijn best met een povere selectie. Het ligt ook gewoon niet altijd aan de trainer. Nee. Dus trouwens, ja, nog nee. Hoop trouwens, jongens. Al het amateurvoetbal in Amsterdam is nu afgelast. Oké. Nu alleen Leiden. Wij er geen wedstrijd. Nee? Ik speel gewoon binnen morgen, ideaal. Heel goed. De special bet, zijn we nog helemaal vergeten. Ver, ja. Jij bent nu al 6 weken op rij hier goed mee met deze voorspelling. Gelijkspelletje. Gelijk huis gekocht, alles. Prima. Wie wint de wedstrijd met handicap 1-0? Dus Vitesse Ajax begint dan met 1-0, kwit. Dat is echt heel hypothetisch. Dit vind ik heel ingewikkeld. Ja, nou, handicap je 1-0. In basketbal zijn dus, ook al die weddenschappen ja, plus 8,5, plus 3,5. Ja. Ja. Nou, als Vitesse Ajax bij aanvang met 1-0 start, wie wint dan die wedstrijd? Vitesse, thuis. Oké, okay. Wat denk jij? Zo hypothetisch. Kijk even, naar, ja, het is inderdaad heel grappig. Dit. Ik zou ook zeggen wel Vitesse, ja. Pardon. Jij? Het wordt net als die andere drie wedstrijden. In dat geval een gelijk spelletje. Oké, okay. En de beste quote, hè? Ajax wint. Ja, dat is meestal wel. Je moet sterk in je schoenen staan en wil je een gelijk spelletje inzetten. Ja, altijd, hè? Ja. Oké, okay. Maar we zitten erop. Voor... Echt, hoor? Ja, nou, leuk. Oh, jammer. Nee, ik kreeg net een appje. Zal even nog in de top gaan zitten, zo. Een appje van Anja dat je stem moet sparen. Oké. Okay. Heel veel succes, Feffi. Ja, dankjewel. Dankjewel. Gijsbrecht, Matthijs, dank. Graag gedaan. Zeker. Laten we hopen dat als jij die speler uit Engeland krijgt die het op dit moment niet zo goed doet en die niet bij naam mogen noemen, dat het ook misschien invloed heeft op zijn voetballende prestatie. Laten we het hopen. Ja. Of gaan we dan ook het eerlijke verhaal op die lezen van hem? Ja, daar kan ik nog helemaal niet zo over zeggen. Maar dat zou wel uit. Het is in ieder geval hoe ik graag werk. Weet je? Ik kan ook niet iemand dwingen om zijn eerlijke verhaal te vertellen. Weet je? Dan kan hij zeggen: nee, ik maar je was nu... Als dan zijn vriendin boos wordt. Precies, ja. Nieuwe, je was goed vandaag. Zei John de Jong dat? Nee, je was 3 weken lang natuurlijk, merk je toch dat je eigenlijk met je hoofd ergens anders zat. Bij de Olympische Winterspelen. Ja, vind ik ook. Nu gewoon weer in het voetbal, ik hou ervan. De komende zondag hebben we de voetballer die afgelopen week bekend maakte te stoppen met voetbal, te gast. Kees Pakman. En de turn, of iemand die natuurlijk ook al een paar weken niet is geweest, onze eigen Jean-Paul Riron. Oh, lekker. Hoi. Man. Ik ja, jij bent voor de ik heb 3 weken op die zondag gezeten. Ik ga lekker buiten ons voetbal kijken, kut Eredivisie. Goed. Goed weekend. Yeah.